Geachte aanwezigen, voor zover ik kan overzien, zijn we een beetje compleet. Van harte welkom bij de raadscommissievergadering van vandaag. Waarbij ik meld dat meneer Veldhuis afwezig is en hij wordt vervangen door meneer Borgels. Van harte welkom, nieuw aan onze tafel. Meneer Jutten is aanwezig als commissielid in verband met aanwezigheid of afwezigheid van de heren Schuurman en Van Leeuwen als raadslid, waarbij ze wel als wethouder aanwezig zijn. Meneer Kouwen, van harte welkom als commissielid in verband met de afwezigheid van meneer Uitslag als raadslid. Meneer Uitslag is wel aanwezig als wethouder. Mevrouw Ramerman komt later. En meneer Broer is ook aanwezig, van harte welkom. D66 is niet vertegenwoordigd vandaag. En daarmee heb ik de opening gehad. Van harte welkom op de tribune, per tafel. De mensen die met ons meekijken thuis, van harte welkom. We hopen dat het geluid goed is. Zonder uw tegenbericht gaan wij daarvan uit. En daarmee heb ik de overgaan naar spreekrecht burgers. We hebben een aanmelding ontvangen van meneer en mevrouw Holsappel. Mevrouw Holsappel zal inspreken over het agendapunt locatie Het Kleine Veer. Van harte welkom. U mag achter het katheter plaatsnemen en op de knop drukken. Dan hebben we u in beeld, dan horen we u en dan krijgt u van ons 5 minuten. Ik zal, als de 5 minuten bijna over zijn en u bent nog aan het woord aangeven, om af te ronden. En als u daarna even wilt blijven staan om vragen eventueel van de commissie te beantwoorden. Aan u het woord, mevrouw Holsappel. Nou, dank u wel, voorzitter. Mijn man en ik, familie Holsappel, we wonen aan de Bruinlustraat nummer 14. Dus ja, dat is het huis, zeg maar, pal naast wat toen de Kleine Veer dus was. We gaan dus nieuwe buren krijgen. We hebben dus een zienswijze ingediend en hebben in aangegeven, wij gaan straks heel veel lichtverlies krijgen. Ook direct zonlicht, wat er straks gewoon niet meer is, omdat als er een huis naast ons komt te staan, dan gaan we straks wonen we gewoon in de schaduw van het huis. Dus 1 maart is meneer Vuchtenveen en meneer Van der Plas van Loostad is bij ons geweest. En nou goed, we hebben dus ook weer besproken. En zij hebben ons ook wel gezegd van, we gaan jullie inbrengen, of in ieder geval jullie denkwijze over hoe die zijgevel van het huis eruit moet gaan zien. Daar worden we in ieder geval in gekend, zeg maar. We mogen erover over meepraten. Dat we erover mee mogen beslissen. Of aangeven wat we willen, wat we niet willen. Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee, absoluut. Desondanks vinden we toch wel, het nieuwe gebeuren gaat toch wel heel dicht op ons staan. Toen zeiden we ook, de garage kan die toch niet liever naar de andere kant. Dan staat toch het huis wat gewoon heel groot is. En volgens de nieuwe bouwnorm, dat is gewoon hoog. Dan staat toch het huis het verst van ons af. Zo was het oorspronkelijk getekend. En zo kan het ook heel gauw weer teruggedraaid worden. Dat is ook allemaal geen probleem. Maar toch vinden we, ondanks dat, toch nog steeds, het is ook de huizen die er gaan komen, ze worden allemaal hoog. En ik heb nu ook al met andere buren erover gehad. Ik heb ze ook eens gevraagd. Zij vonden dat ook. We waren in de veronderstelling van, we worden nog een keer uitgenodigd voor deze zitting. Om het laatste aan te geven wat er gaat gebeuren. En dat je eigenlijk aan de hand daarvan misschien wel of geen bezwaar ging indienen. Maar goed, het moment kwam niet. We zagen ook echt nog net op tijd eigenlijk van, je moet echt nu je zienswijze gaan indienen, want anders ben je te laat. Dan is je zegje gedaan. Dus dat is wel iets wat ik ook in ieder geval namens een paar bewoners van Sint-Bennestraat wil aangeven. Die waren helemaal verbaasd van dat het vandaag eigenlijk al zo definitief ging worden. Volgende week echt definitief.
Nou, voor de rest, wat we nu wel willen aangeven, ook willen vragen van planschade. Hebben we daar recht op, ja of nee? En ja, daar is eigenlijk nog helemaal niet over gepraat überhaupt, maar dat zouden we willen weten. Want ja, wij hebben juist al onze ramen juist aan de zijkant van het huis zitten, de meeste ramen die we in ons huis hebben. En ja, daar komt straks gewoon dus die nieuwe bebouwing voor te staan. Dus ja, onze hele zicht aan die kant is weg. Het gros van de... Ja, van ons, ja, ook de slaapkamer, ja, het wordt gelijk, ja, je bent gewoon ja, heel beperkt ineens. Heb je nog meer wat u aan ons wil doorgeven? Nou ja, ja, wij willen ook, graag naar de als het dus aan ons zou liggen, de dakgroothoogte, dat die dus ja, zo laag mogelijk komt, zodat het in ieder geval niet zo'n hoog gebouw lijkt. Dan lijkt het toch wat kleiner, ook al is het dan hetzelfde. En ja... er is van gekozen voor een dubbele laagse en dan met een met een dak. Kan er misschien toch niet een laagbouw plaatsvinden daar? Zodat dat je dan toch wat vrijer nog... ja, dus in ieder geval dan het huis naast ons. Of, nou ja, ik weet niet of dat, of dat kan voor de anderen. Of, want ja, dan denk ik van, hé, hey, men wou alle doelgroepen toch bereiken, wat het huizenkopen betreft, de ouderen, kinderen met kinderen, alleenstaanden. Maar ja, wij vinden eigenlijk wel een beetje van, hé, zelfs de huizen in de Baarsmaastraat, die dan in een goedkopere segment zouden moeten zitten, doordat het dus, ja... Zelfs dat is een dure woning voor iemand met een wat kleinere portemonnee. Dus ja, denk je dan echt aan alle doelgroepen of alleen aan ja, toch meer de gezinnen of mensen met net wat meer geld? Dank u wel, mevrouw Halsappel. Heeft u nog meer te zeggen? Want dan wil ik u vragen om af te ronden. Nou, als laatste dan. De rode lijn die er dan is. En het voorste stuk van ons huis, dat is de schoorsteen. En vanuit daar wordt die lijn getrokken, hebben we begrepen. En ja, dan praat je over 40 centimeter, want breder is die schoorsteen dan niet. En dan gaat het huis dus naast ons, die gaat wel gelijk een meter tot 2 meter vooruit. Ik denk, ja jongens, dan ga dan uit van het huis zelf, niet van de schoorsteen. En nou ja, dan gaat het toch schelen. Dus dat is nog iets wat we willen aangeven. Nou, dan kan ik het hierbij laten. Ja, dank u wel mevrouw Halsappel. Blijft u even staan. Zijn er nog vragen vanuit de raadscommissie? Aan de familie Halsappel. Meneer Jutten, gemeentebelangen, wil u wat vragen? Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw betoog. Dat u opkomt voor de buurt en voor uw eigen situatie, begrijp ik. Wist u dat daar woningbouw zou komen op het moment dat u in het huis kwam? Ja, we hebben in 2015 dat stond ook in onze koopovereenkomst, dat er woningen zouden komen, bebouwing zou komen. We wisten niet hoe dicht het op ons zou komen. Dat was niet bekend. Want ja, in een paar jaren, er werd over een toren, er werd afgewezen en waren meer dingen gepasseerd. Maar het was op dat moment niet bekend hoeveel woningen het zouden zijn en hoe dicht het op de erfscheiding zou zijn. Dus daar schrikken we nu dus van, dat het zo echt heel dicht op onze scheiding komt. Ja. Dank u. Dank u wel. Meneer Beroeren, Partij van de Arbeid, willen we het vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank ook voor jullie inbreng. Mijn vraag is eigenlijk, u gaf aan dat u voor dit moment graag nog een moment had gehad om het een en ander te bespreken. Had u dat verwacht van de gemeente of van de ontwikkelaar? Of hoe ziet u dat? Nou, echt van allebei. Want we hebben dus nu 2 van die bijeenkomsten gehad in de Molenwijk. In het zaaltje Molenwijk. En dan hadden we eigenlijk verwacht, nou, in dezelfde setting eigenlijk weer, maar dan nog een laatste, voordat het bestemmingsplan echt zou komen. En dat, ja, die hele uitnodiging of die hele bijeenkomst is nooit geweest. Dus ja, de andere buren gingen ervan uit, nou ja, we moeten maar wachten, want ja, die bijeenkomst is nog niet geweest. We hebben nog geen uitnodiging gehad. Dus we waren ook helemaal voorbij, ook na vanavond. Niemand wist het, dus ja, ik heb dus een paar, de buren van de Bernhardstraat heb ik gewoon eens gevraagd. Van, goh, hebben jullie dan toevallig een zienswijze ingediend? Hebben jullie wat gehoord? Of ze wisten nergens van. Ik heb ze alles verteld. Dus nou, dat waren ook helemaal verbaasd. En ze waren zeker bereid om eens hier vanavond te zijn. Dat ze wel eens laten horen. Of laten zien in ieder geval. Oké, helder. Nou, we gaan het straks over hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank voor uw inspreken, mevrouw Hulschappel. Ja, we hebben elkaar al eerder hierover gesproken, maar ik was nog even benieuwd van, zoals die afspraken die er ook in het verslag met jullie gesprek gemaakt zijn, als die worden nagekomen, kunt u dan in principe, natuurlijk zijn er nog een aantal andere punten volgens mij genoemd, maar kunt u dan in principe leven met het feit dat die woning daar komt? Of heeft u dan zoiets van, ja, dan neig mijn... neig ik toch nou om daar niet akkoord mee te gaan of niet positief tegenover te staan? Ja, we zouden gewoon ja, heel graag willen dat het toch net iets verder uit de erfscheiding dan is. Ik bedoel, ja, dat er nieuwbouw komt, ja, dat wisten we. En dat gaat ook wel zo'n mooie plek, dat snap ik ook wel. Natuurlijk worden daar woningen gebouwd. En ja, en deels sta ik ook met een gevoel van, oké, ik doe mijn zegje wel, maar heeft het zin? Want ja... Ja, het is al nagenoeg al rond nu en de anderen hebben ook helemaal geen kans gehad of nou ja, in ieder geval niet voldoende ingelicht. Ja, nee, ik ga niet antwoorden voor de wethouder, maar voor mij heb ik inderdaad gelezen dat er nog een derde bijeenkomst komt, maar dat hoor ik straks ook graag van de wethouder. Dus ja. Ja, nou, we staan ja, verder wel positief ervoor in, maar alleen ja, we hopen gewoon toch dat er, nou, dat er naar ons wordt geluisterd. Naar onze vraag van, goh, kan het niet nog net iets verder, dat je niet het gevoel hebt dat het zo... Ja, dan goed flat voor je gevoel naast je komt staan. Ja, helder. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Borgeld. Ja, ook dank voor uw inspreken. Ik had nog één vraag. Als ik het verslag lees van 1 maart, dan kruipt mij het gevoel dat eigenlijk dat jullie wel akkoord zijn met, of overeenstemming hebben met de gemeente en projectontwikkelaar omtrent alle veranderingen. Kan u zich vinden in dat verslag of heeft u voor uw gevoel andere dingen besproken tijdens die avond dan wat in het verslag staat? Nee, op zich wat we daar hebben besproken, daar kunnen we ons ook in vinden. Alleen, ja, zeker nu de tijd vordert, ja, je gaat nu toch in één keer ga je aan dingen denken waar je toen niet aan dacht. En daarom ook, ik denk, nou, dan moeten we toch onze kans geven om toch dat nog aan te geven van, ja, het komt gewoon dicht op je af, dat huis en ja, het is gewoon heftig. Gewoon, ja. Ik weet niet hoe zou u dat vinden als u daar woont, lekker vrij en ineens staat er gewoon, gaan er gewoon echt volgens nieuwe stukken jongens komen daarnaast je. En dan echt heel dichtbij. Dat is gewoon een meter van de erfscheiding af. En dan staat er gewoon zo'n jongen. Goeiedag. Ja, dan denk ik toch van ja, dat hebben we ons toen ja, nog niet voldoende gerealiseerd. Ach ja, we hebben ook in het loop van het jaar gekeken, wat doet de zon en waar staat hij dan? Waar gaat hij onder? Wat houdt dat dan voor onzin? En ja, en dat zie je alleen nu al in het voorjaar, wat een verschil dat al maakt, een paar maanden. En ja, nee, dat overzagen we toen ook nog niet eigenlijk. Dus dat misschien nu nog niet. Okay. Dank u. Nog meer vragen aan mevrouw Hulschappel? Hartelijk dank voor uw inbreng. Het was helemaal duidelijk wat u wilde zeggen. En we gaan het er straks over hebben. Als ik nodig heb om nog even te blijven zitten tot de behandeling heeft plaatsgevonden. Dank u wel. En agenda punt 2 afsluiten en overgaan naar agenda punt 3. En dat is de vaststelling van de agenda. En ik stel voor om de agenda iets gewijzigd te behandelen. Eerst punt 5, zodat ook de mensen op de tribune... niet zo'n hele lange avond hebben. Vervolgens agenda punt 7. Dat heeft te maken met een ander verzoek. Vervolgens agenda punt 4. Bedrijfsinvesteringszone, bedrijventerrein, de rondweg. Dan punt 6. Meerjarenprognose, grondexploitatie. Dan punt 8. Besluitenlijst en 9. Sluiting. Het staat er onderaan. Ik heb gewijzigd de volgorde, dus we gaan het gewoon proberen zo te volgen als dat uw instemming heeft. Ik zie niemand die hierop reageert, dus ik neem aan dat u hiermee akkoord gaat. Waarbij de agenda gewijzigd is vastgesteld. Ik wil de vergadering graag heropenen. En ik meld dat mevrouw Rameman de vergadering nu ook aanwezig is bij de vergadering. En mevrouw Kappert heeft de vergadering verlaten. Voor ons agenda punt 6, het was agenda punt 4 van oorsprong. Bedrijfsinvesteringszone, bedrijventerrein, de rondweg Dalsen willen we gaan behandelen. Het is voorbereidend besluitvormend. Meneer Schuurman is de portefeuillehouder. Aangeschoven is meneer Lautenbach. Ambtelijke ondersteuning, van harte welkom.
De industriële club Dalsen heeft een verzoek ingediend voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone, afgekort BIZ, voor het bedrijventerrein Rondweg Dalsen voor een periode van 5 jaar. En dat gaat dan in op 1 januari 2019. Met zo'n bedrijveninvesteringszone wijst de gemeente gebied aan waarbinnen van alle ondernemers binnen dat gebied een bijdrage wordt gevraagd. En die gezamenlijk wordt die bijdrage geïnvesteerd, dat kan geïnvesteerd worden in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Als de Raad hiermee akkoord gaat, zal een draagvlakmeting worden gehouden voordat de verordening in werking kan treden. Er zijn technische vragen gesteld en die zijn op het raadsinformatiesysteem geplaatst, zodat u daar kennis van heeft kunnen nemen. En de layout van het raadsvoorstel is nog iets aangepast, maar de inhoud niet. Nee. Ik stel voor in 2 ronden te behandelen. Ik hoor graag uw vragen in de 1e ronde. Wie kan ik het woord geven voor zover er vragen zijn? Ik wil wel beginnen. Meneer Pessing. Dank u, voorzitter. In het programma van gemeentebelangen hebben we als partij ook aangegeven dat veiligheid een belangrijk punt is. Dalsen is op dit moment immers een veilige gemeente en dat moet minstens zo blijven, vinden we. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat ondernemers goed gefaciliteerd worden. De camera's zorgen ervoor dat dit gebied veiliger maakt, want het gaat bijdragen aan deze veiligheid. We juichen dan ook de initiatieven als deze toe en vinden dat de gemeente hierin moet faciliteren. Op basis van het voorliggende raadsvoorstel hebben we volgende vragen. Hoe ziet de situatie eruit na 5 jaar en zijn er dan kosten voor de gemeente en is de privacy voldoende gewaarborgd? Dank u wel. Dank u wel, meneer Bessink. Wie heeft nog meer vragen? Meneer Ruitenberg, de CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. De CDA-fractie die heeft 2 vragen. In het voorstel geldt de BIS-heffing voor alle gebruikers en eigenaren. Zo voorkom je de zogenaamde freeriders. Is deze mogelijkheid ook besproken met de andere ondernemersverenigingen? Dit om ook daar de freeriders te laten meebetalen aan ontwikkelingen op de bedrijventerreinen of in de winkelgebieden. En de 2e vraag. In het raadsvoorstel is opgenomen, bijdrageplichtigen hebben volgens de wet BIS de mogelijkheid om 1 jaar na de inwerkingtreding van de verordening de gemeente te verzoeken een nieuwe draagvlakmeting te houden om voortzetting van de BIS te stoppen. Dit moet dan wel een vertegenwoordiging zijn van 20% van de bijdrage van de bijdrageplichtigen. Dit gaat gepaard met extra kosten voor de gemeente. Lopen we hier het risico dat de BIS wordt ingevoerd voor de aanleg van de camerabewaking en dat er daarna weer moet worden beëindigd? Dat was hem, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Broeren. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. De instelling van deze zone lijkt vooral een middel om te komen tot het gezamenlijk inkopen van een aantal collectieve diensten, zoals beveiliging en snel internet. Hiervoor worden straks alle ondernemers in het gebied verplicht financieel aangeslagen. Waarom is voor deze vorm gekozen en niet voor bijvoorbeeld een manier van vrijwillig parkmanagement? 2e vraag. Waarom wordt er eerst gevraagd de verordening vast te stellen en vervolgens een draagvlakonderzoek uitgevoerd? Waarom is die volgorde niet andersom? De 3e is een wat meer technische misschien, maar die wil ik wel even noemen omdat ik hem al eerder een keer heb gezien. En dat gaat meer over het raadsvoorstel zelf. In het raadsvoorstel zelf wordt onder het kopje duurzaamheid een uitleg gegeven over hoe deze zone door een collectief beveiligingssysteem veiliger en couranter wordt gemaakt. Dit wordt vervolgens als sociale duurzaamheid aangemerkt. Ik vraag me een beetje af of dat nog de bedoeling is van de duurzaamheidsparagraaf in onze raadsvoorstellen. Om dit soort dingen in toe te voegen. Dus. En mijn laatste vraag. In het reglement draagvlakmeting staat omschreven wanneer er sprake is van voldoende steun. Een van de manieren is als de voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen als de tegenstemmers. De vraag die ik daarbij heb is, bestaat hierbij niet het gevaar, en ik wil niet zeggen dat dat in dit geval zo is, maar in zijn algemeenheid, dat dan een aantal grotere bedrijven iets kunnen besluiten ten opzichte van een aantal kleine startende bedrijven. Daar wil ik wel graag de visie van de wethouder op. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Borgeld, VVD. Dank u, voorzitter. In navolging van de vraag van gemeentebelangen vroegen ook wij ons af hoe het met de privacy gesteld is, hoe die voldoende gewaarborgd is met het plan. En nog 1 vraag gaat over de schadelast. Is er zicht op wat de schadelast momenteel is die de ondernemers op het industrieterrein jaarlijks leiden? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Borgels. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Er blijven nog een paar vragen over. De eerste heeft te maken met de vraag om alternatieven. Die paragraaf is niet ingevuld. Op welke wijze hebben de ondernemers zelf een concreet voorstel richting de belanghebbenden gedaan om zelf tot een oplossing te komen zonder gebruik te maken van een directe belasting? Het tweede punt is van hoe zit het met de gebruikers van relatief kleine bedrijfsruimte, bijvoorbeeld op de Goldkampstraat? Daar hebben ook particulieren hebben daar garages en dergelijke. Vallen die hieronder of vallen die hier niet onder? Dat is niet duidelijk uit het voorstel. Vervolgens blijkt dat als je 2/3 en 50% op elkaar loslaat, dat 1/3 van de ondernemers bepalend is voor het al dan niet doorgaan van dit onderwerp. Is dat niet wat te mager, zou je kunnen zeggen? Is de wethouder overtuigd dat dat dan voldoende draagvlak zou zijn? De vraag over de 5 jaren, die is al gesteld volgens mij door gemeentebelangen. En er wordt voorgesteld om het hoogste tarief te baseren op 1 miljoen OZB-waarde. Onze vraag is van, zitten er nou ook nog, wat is eigenlijk de hoogste waarde of orde grootte hoogste waarde daar op het industrieterrein? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Ik heb de fracties gehad. Meneer Schuurman, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Natuurlijk. Dank u wel. De vragen die gesteld zijn. Gemeente Belangen vraagt van wat gebeurt er na 5 jaar. Dan is dit traject afgelopen en dan wordt het dus opnieuw voorgelegd aan de raad. En kan er opnieuw een besluit hier over worden genomen. De privacy wordt zeker gewaarborgd. Alle wettelijke regels zoals die er zijn worden nageleefd. Dus wat dat betreft is er er wordt gewoon strak naar gekeken. Dat iedereen daar wel gewoon veilig op een normale manier kan rondlopen zonder zich bekeken te voelen. De volgorde gesteld door de PvdA. Ja, op dit ogenblik, het ligt hiervoor omdat dat de procedure is. Om dit te kunnen instellen moet het geld worden vastgesteld, in de begroting worden opgenomen door de gemeente. En van daaruit kan de draagvlakmeting worden gedaan. Dus een andere volgorde is daarin dus niet mogelijk. Ik begrijp uw opmerking met betrekking tot de duurzaamheid. Aan de andere kant, we willen het bij elkaar wel tussen de oren krijgen, dus wat dat betreft is het ook goed om in elk voorstel naar voren te laten komen. Dat was ook oorspronkelijk de gedachte. U geeft aan de stemmingen. De voorwaarden zijn dat er minimaal 50% moet opkomen. Van die 50% moet minimaal 2/3 voorstemmen. En de voorstemmers moeten een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Dat betekent dat die laatste zin ervoor zorgt dat de kleinere iets minder zware stem hebben dan de grotere. Aan de andere kant, door het eisen dat er 50% opkomst moet zijn en 2/3, heb je 2 andere voorwaarden die volgens ons daar voldoende richting aan geven. En ik hoor van de heer Lauterbach dat dit een voorgestelde wettelijke regeling is, een vast format. VVD vraagt nog wat de schadelast is geweest. Die is niet inzichtelijk. Wel dat er ruim 20 incidenten gemeld zijn afgelopen jaar in het gebied. En de schadelast is niet bekend, want dan zouden we inzicht moeten hebben in de cijfers van verzekeraars en dat soort zaken. En dat hebben wij niet. Alternatieven zijn die onderzocht. Wel gekeken natuurlijk door de ICD wat daarin mogelijkheden zouden zijn. Alleen met dit soort initiatieven waarbij er verbindingen moeten worden gelegd en grote investeringen worden gedaan, is het maar de vraag of je op
dit percentage zou komen. En als het er komt, dan hou je altijd nog de freeriders. En daarvan is gezegd van wij willen graag de gemeente vragen om dit BIS-model in te stellen. En wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan de verbetering van het industriegebied. Veiligheid verhoogt, courantheid verhoogt van het industriegebied. Dus wij hebben daar gemeente aan mee te doen. En als er geen draagvlak is voor het geheel, dan komt het dus weer naar voren. En de WOZ-waarde, de hoogste, echt, ik heb geen idee. En ik wil hem u wel laten beantwoorden, maar ik durf niet te zeggen wat de hoogste WOZ-waarde is op dit industrieterrein op dit ogenblik. Dus ik zie meneer Nijwer. Ja, voorzitter, waarom dat ik dat vraag? Omdat in het voorstel wat voor ligt, ligt er een aftapping op 1 miljoen. Stel je voor dat er een bedrijf is van 3, 4 miljoen. En wat ik heb begrepen is dat bij dit soort voorzieningen ook de premies van de brandverzekering en inbraakverzekering naar beneden gaan. Ja, dan liggen daar onevenredige voordelen van die grote bedrijven ten opzichte van de kleinere. En dat willen we wel graag helder hebben hoe dat zit. Oftewel, is wel de draaglastverdeling, is dat wel correct? En dat haal je niet uit dit voorstel. Wat ik wil zeggen is dat er 14 objecten zijn boven de 1 miljoen, maar de exacte weet ik niet. Als u daar prijs op stelt, dan kunnen we dat u doen toekomen. Voor een toezegging, meneer Schuurman. Ja. Dan nog een vraag over andere gebieden. Andere kernen ook zijn geïnformeerd daarover. Dat is niet zo. Het voorstel is gekomen vanuit ICD. Dus dat initiatief hebben wij op dit ogenblik aangepakt. Als andere kernen daar behoefte aan hebben, ja, dan zullen ze een soortgelijk traject moeten volgen. Voor Dalsen was er op dit ogenblik wel een heel belangrijk punt in verband met de aanleg van de glasvezel. Dus dat is daarin de vraag geweest. En u heeft nog een vraag, en die heb ik niet goed opgeschreven, meneer Rijdenberg. Oké, nou die wil ik nog even herhalen hoor, dat is op zich geen probleem. Het gaat erom dat je dus na een jaar weer een draagvlakmeting gaat doen. En dan loop je dus het risico dat de BIS wordt ingevoerd als de camerabewaking is aangelegd en daarna weer worden beëindigd. Dat klopt, daar ligt een risico. De investering ligt bij de ICD en de stichting. Voor de gemeente zijn de kosten beperkt. Wij krijgen een vergoeding voor het innen van de belasting via de GBLT. En dat is het risico voor de gemeente. Nog meer naar aanleiding van de beantwoording, meneer Nijkamp. Ik heb nog geen antwoord vernomen op die kleine eenheden die in ieder geval op de Goldkampstraat aanwezig zijn. Er zit een verschil tussen het gebruikersdeel en het eigenaarsdeel. Dus daar zit een verdeling in. Dus als er iemand wat huurt, dan zal die daar dus zijn deel van krijgen. Dus als er een groot pand is met een grote WOZ-waarde, dan zal dat verdeeld worden over de gebruikers. Dus kleine ondernemers zullen daar een kleine bijdrage voor moeten betalen. Is de vraag beantwoord, meneer Kent-Nijkamp? Ik ken toevallig een beetje de situatie daar, maar dat zijn überhaupt niet altijd ondernemers die daar zitten. Krijgen die nu wel individueel een aanslag of niet? Want het is gewoon een aanslag, hè? Directe belasting. Ja, voor zover mij bekend zal er een onderscheid komen in gebruikersdeel en eigenaarsdeel. Is een object niet verhuurd, dan wordt de eigenaar aangeslagen. En anders gebruiker, of de huurder in dit geval. Staat niet in het voorstel dat primair de gebruiker wordt aangeslagen? Als er op 1 januari geen gebruiker is, dan gaat hij naar de eigenaar. Juist. Maar hoe zit dat dan bij die locaties? Dat zou ik wel heel graag willen weten. Het gaat over een groot aantal kleine particulieren en ondernemers, denk ik samen. Klopt. Ja. Is er een idee om dat schriftelijk te doen toekomen, het antwoord? Dat
Dat was de tweede toezegging om even schriftelijk te informeren over wie het gaat. Meneer Broeren. Ja, voorzitter. Ik had nog één vraag gesteld. Dat was eigenlijk de eerste vraag. En dat is misschien de meest principiële vraag ook. Dat was eigenlijk de vraag waarom we voor dit instrument kiezen en niet vanuit gezamenlijk parkmanagement is gewerkt. Dus waarom is er niet vanuit een afspraak, zeg maar, tot de totstandkoming van deze voorzieningen kunnen komen? Ligt daar een reden achter? Ik snap het freeriders verhaal, maar zijn er aanwijzingen dat er een groot deel van de ondernemers niet zouden willen meewerken? Dat is eigenlijk de vraag die er voor mij achter ligt. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Nee, die aanwijzingen zijn er niet. Er is een. Alle ondernemers zijn benaderd. Er zijn geen echte grote bezwaren opgekomen. Het is wel een onderwerp waarvan niet iedereen direct de noodzaak van inziet. En er zit wel heel wat werk achter. Aan de andere kant, er zit een werkgroep binnen de ICD die daar echt heel veel tijd aan heeft besteed. En ook dus voldoende draagvlakmeting daarin heeft gedaan. En men denkt echt dat men een ruime meerderheid zal komen. En er zal ongetwijfeld een ondernemer zijn die zegt van, liever niet. Aan de andere kant, dat betekent dat de investeringskosten voor de andere ondernemers weer omhoog zouden gaan. Dus dan kom je weer bij het freeriders verhaal uit. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Schuurman. Ik hoor graag... Voorzitter, nog één puntje naar aanleiding van... Laatste puntje. Het gaat even over die andere kernen, want daar zijn verder geen contacten mee geweest. Nou, hebben ze in Nieuw-Leusen, de ondernemers, hebben gewoon zelf dit opgelost. Hoe ver is deze oplossing ten opzichte van wat andere ondernemers in andere kernen doen? Er zijn absoluut wel contacten geweest met andere ondernemers in andere kernen, dus die hebben we wel. Over dit onderwerp is het wel zo dat er in Nieuw-Leusen hangen er ook camera's. Alleen het toezicht is wel op een heel andere manier geregeld dan dat het in Dalfsen wordt geregeld. Het meekijken met de beelden gebeurt in Dalfsen veel intensiever dan in Nieuw-Leusen. Dus daar zit wel duidelijk een verschil in en ook een andere investering. Maar tegelijkertijd blijft dus de situatie dat we aan de ene kant zeggen van nou, Nieuw-Leusen regelt het zelf. En hier gaan wij een verplichting opleggen aan iedereen. Nieuw-Leusen kan met precies dezelfde uitdagingen. Hoe moet je dit nou beoordelen in de zin van gelijke monniken, gelijke kappen? Dat is aan u, meneer Nijkamp, om dat te beoordelen en af te wegen. Ja, volgens mij. Ik kan me wel voorstellen dat Nieuw-Leusen met zo'nzelfde verzoek zou kunnen komen richting college. En vervolgens dus daarmee richting de raad als de glasvezel... ook op het bedrijfsterrein daar gerealiseerd is. Maar dat is vooralsnog niet het geval. Ik ben zelf betrokken geweest bij het cameratoezicht in Nieuw-Leusen. En wij hebben gemeend dat in 2008, toen we nog niet hebben gezegd, we moeten het vooral heel simpel houden, is daar gezegd. Er is geen wens of behoefte aan real-time kentekencontrole of opvolging. We doen het low-budget. En dus doen we het op de manier zoals het tot nu toe nog steeds daar zo functioneert. De beelden worden daar opgenomen. Tot 14 dagen kunnen ze bewaard worden en desgewenst worden opgevraagd door de politie. Dank u wel, meneer Lautenbach, voor deze aanvullende informatie. Mag ik uw opinie horen? Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Ruitenberg, CDA. Ja, dank je, voorzitter. Een mooi initiatief, gedragen door ondernemers voor ondernemers, met ondersteuning vanuit de gemeente. Dit om aanvullende activiteiten te ontplooien ten opzichte van de diensten vanuit de gemeente. De CDA-fractie ondersteunt deze ontwikkeling dan ook van harte om de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten. Het is goed dat ondernemers op deze manier bijdragen en er samen voor zorgen dat het gebied aantrekkelijk is en blijft om te ondernemen. De CDA-fractie wenst het college en de ondernemers veel succes met de verdere uitvoering. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Ruitenberg. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, college, voor het voorstel. De bedrijvenvestigingszone zoals die op dit moment voor ligt, kan wat ons betreft een prima middel zijn om zaken collectief te regelen. Echter, dit moet wel gebeuren met draagvlak onder alle ondernemers.
Hier hebben we nu geen zicht op. Dat vinden we wat lastig. Aan de andere kant begrijpen wij, en dat heeft de wethouder net ook al bevestigd, dat dit de systematiek is die nou eenmaal bij dit instrument hoort. Dat is dan maar zo. Als het zo is, dan hebben we dat te accepteren. Maar we hebben ook op dit moment wat onvoldoende in beeld, of, en dat werd ook door de ChristenUnie ingebracht, of de sterkste schouders nu de zwaarste lasten gaan dragen, of dat het andersom kan komen te liggen. Dus daar hebben we nog wel wat vragen bij. Kortom, goed initiatief om collectief een aantal zaken te regelen. En als dit het juiste instrument blijkt en het draagvlak groot is, lijkt het ons prima. Maar ik wil het er nog even in onze fractie over hebben. Bij deze. Dat mag, prima. Dank u wel. Meneer Borgeld. Dank u, voorzitter. De industriële club Dalsen heeft een verzoek ingediend voor het instellen van een bedrijven-investeringszone voor de periode 2019-2023. Wij vinden dit een mooi initiatief. Ondernemers nemen het voortouw met een plan waarmee het industrieterrein veiliger en dus ook aantrekkelijker wordt voor het MKB. Wij hechten wel waarde aan dat het voorstel door een groot deel van ondernemers gedragen wordt. We zijn van mening dat het vereiste van een positieve draagvlakmeting daarvoor voldoende waarborg biedt. Tevens is het goed te horen dat de financiële risico's voor de gemeente beperkt zijn. Al met al kunnen we dan ook instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Borgeld. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het doel van veiligheid en leefbaarheid, daar kun je nooit op tegen zijn. De weg daar naartoe voor dit industrieterrein is nog wel de vraag of dit dan de goede weg is. Ten meer ook omdat de wethouder zegt van nou, alternatieven zijn eigenlijk niet zo goed uitgewerkt. En wat je dus hier met elkaar doet is wel in één keer een nieuwe belasting opleggen. Het zijn directe belastingen, er is geen ontkomen aan. Ook voor mensen, ook voor ondernemers die al zwaar geïnvesteerd hebben in hun eigen veiligheid. Want hoe je het ook bent of keert, veiligheid is inderdaad werk van ons allemaal, maar primair ook van de eigenaar. Dus de vraag is of dit niet op een aantal punten gaat wringen. Er wordt een draagvlakmeting gedaan, gelukkig wel. Ook terecht. Overigens, het blijft wel nog steeds mogelijk dat 1/3 van de ondernemers bepalend is voor de belasting voor iedereen. We hebben vragen of dat wel voldoende draagvlak is, 1/3. Het is wat mager. Dus eigenlijk weten we nog helemaal niet of we nou wel zo verschrikkelijk enthousiast zijn over de route hier naartoe. En hebben we niet gewoon een te snelle afslag gepakt. We hebben gewoon niet naar alternatieven gekeken. En ik krijg de indruk dat het ook wel een beetje in de richting van gemak is om dit nu maar bij de gemeente neer te leggen. En zo van, de gemeente gaat de heffing doen, die gaat de invordering doen. Dat is wel op zich gemakkelijk, maar waar een ICD dan wel ook een gemeenschap van ondernemers ook, denk ik, eerst eens de uitdaging moet zoeken, is van, moeten we het niet gewoon zelf regelen? En het is niet onderzocht of dat niet kan. Dat vinden we wel jammer. Tegelijkertijd, we hebben het over veiligheid, een belangrijk thema, dus dat maakt onze afweging best wel lastig, moet ik zeggen. Op het moment dat deze planvorming door zou gaan, dan zouden we zeker eerst nog expliciet helderheid willen hebben over die kleine gebruikers op het terrein. En de grote gebruikers, namelijk waar liggen die limieten. De privacy aspecten zijn al genoemd. We hebben hier wel met een ander gebied te maken dan bijvoorbeeld een hersenpoorten. Hier wonen gewoon mensen op het industrieterrein. Dat betekent dat als die 's avonds laat een keer bezoek krijgen, alles wordt geregistreerd. Hoe zit dat met de privacy? Het is niet zomaar van dat iemand het industrieterrein opgaat. Nee, die gaat gewoon naar woningen toe, naar particulier. En dat is nog wel een punt om volgens mij mee te pakken ook in de afweging. En het laatste punt is van, als het dan gaat over veiligheid, maak het ook meetbaar. Maar wij willen graag nog even de reacties van het college afwachten. En nemen we het eindoordeel in de raad mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Pessink, gemeentebelang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als gemeentebelangen blijven we de initiatieven vanuit en gedragen door de ondernemers van grote waarde vinden voor onze gemeente. Hierbij als gemeente kunnen ondersteunen en of faciliteren, daar dragen wij een warm hart toe. En ja, wij zien de raadsvergadering over dit raadsvoorstel dan ook met vertrouwen tegemoet. Dank u wel. En daarmee hoor ik een instemming van de fractie. Ja, dank u wel. Meneer Pessink. Ik heb alle fracties gehoord. Ik moet altijd even... Ja,
Dat is het, denk ik. Ik heb twee toezeggingen van meneer Schuurman genoteerd. Hij komt nog even terug op de bedrijven die boven die 1 miljoen WOZ-waarde op bedrijventerrein de Rondweg wel of niet aanwezig zijn. En hoeveel dat dan zijn. En informatie over de kleine gebruikers, dan wel particulieren en dan met name Goldkampstraat. Dat was eigenlijk uw vraag, meneer Nijkamp, om daar meer informatie, hoe daarmee om te gaan. Werd omgegaan, wordt omgegaan. Wat dat betreft concludeer ik dat als ik tel er een meerderheid is om het als akkoordstuk naar de raadsvergadering toe te leiden. Maar ik neem het op als bespreekstuk omdat er nog informatie volgt. En nou vandaar dat ik het als bespreekstuk agendeer voor de raadsvergadering eind april. Dank u wel voor uw inbreng. Dank u wel meneer Lautenbach voor uw technische informatie. En dan gaan we naar agenda punt 6. Ja. 5. Daar gaan we al mis. We gaan bladeren in onze. Geeft niks. We beginnen met de eerste herziening bestemmingsplan Kernen, locatie het Kleine Veer. We hadden het er net over, Baasmaastraat 25. Behandelend portefeuillehouder is meneer Schuurman. Het voorstel is voorbereidend besluitvormend. En voordat we beginnen met de beraadslagingen, meld ik dat meneer Dankelman bij dit agendapunt via zijn werkgever betrokken is geweest bij dit agendapunt. Hij zal zich onthouden van deelname aan de beraadslagingen, maar stemt volgende week tijdens de raadsvergadering wel mee. Als inleiding op de locatie Baasmaastraat stond voorheen het Kleine Veer. Er ligt nu een plan voor om maximaal 12 grondgebonden woningen te realiseren. En daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Op 16 maart 2015 heeft de toenmalige raadscommissie hier al opinierend over gesproken. Alle fracties konden zich toen vinden in het voornemen om hier woningbouw te realiseren. Met als aandachtspunt dat er woningbouw komt passend in de buurt en niet concurreert met het waterfront. Ik stel voor te behandelen in twee ronden. Ik hoor graag eerst in de informatieve ronde uw vragen en vervolgens hoor ik graag uw opinie. En probeer ik samen te vatten. Meneer Vruchtenveen, van harte welkom als ambtelijke ondersteuning. Wie kan ik het woord geven om vragen te stellen? Meneer Kouwens, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van het inspreken even de vraag van of er inderdaad een derde bijeenkomst is gepland. Ik meende zoiets gelezen te hebben. En wat wordt er daarin besproken? Ja, eigenlijk de tweede vraag. Ook of participatie direct. In hoeverre is er tegemoet gekomen aan de opmerking uit de buurt. En dan noem ik even specifiek ook de rooilijn en ook de hoogte van het gebouw. Daar ook wel gevoelens bij hebben van hoe dat in de buurt tot uitstraling komt. Dus dat hoor ik graag. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij sluiten ons graag aan bij de vraag over de participatie met de omgeving. Ik heb nog een aanvullende vraag, want ik heb heel slecht gekeken, maar ik mis toch wel enige verbeelding van het plan. Er ligt een plattegrond, maar er is nog niets van een beeldkwaliteitsplan of iets wat daar ook maar op lijkt. En om een besluit te nemen hier straks over dit onderwerp vind ik toch wel prettig om iets meer beeld te hebben. Ik denk de bewoners ook. Ik weet niet of zij daar meer beeld bij hebben gehad. Maar daar heb ik graag nog even antwoord op. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Verder geen vragen aan de orde. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel. Ja, ik sluit me ook aan bij de vorige vragen. Die had ik zelf ook al. Maar daarnaast nog een vraag extra. Het teruggaan van 13 naar 12 woningen. Heeft dat veel invloed op de exploitatie van grond? Daar was ik nog wel benieuwd naar. En verder wacht ik uw antwoord af. Dank u wel, meneer Jutten. Verder geen vragen. Neem me niet kwalijk. Meneer Borgeld. Dank u, voorzitter. Ik had nog één vraag. Ik merk aan het verhaal van de spreker dat er toch nogal veel weerstand is tegen de plannen. Ik hoor lage bouwen, minder volumineus, et cetera. Maar ik zie tegelijkertijd maar één zienswijze. Ik zie diverse overleggen die plaats hebben gevonden, waarin ik deze argumenten niet terug heb kunnen vinden. Zijn deze visies niet eerder te sprake gekomen? En de tweede vraag is, hoe verhoudt dit plan zich tot de behoefte aan sociale woningbouw en starterswoningen? Dank u wel voor deze vragen. Ik
Ik kijk naar meneer Schuurman voor de beantwoording van de vragen. Hij is in overleg met zijn informant. Meneer Schuurman, mag ik u het woord geven voor de beantwoording? Natuurlijk. Ik wil nog even één ding navragen. Wat er hier voor ons ligt is het wijziging van het bestemmingsplan. In dat bestemmingsplan is er door de initiatiefnemer en de gemeente een tweetal bijeenkomsten tot nu toe al georganiseerd. En in die bijeenkomsten is er samen in de eerste bijeenkomst nagedacht met de buren van wat zou er kunnen komen. Een aantal voorbeelden gegeven. En in de tweede bijeenkomst is dat is daar iets meer vorm in gegeven. De vraag van de PvdA waarom hier geen tekeningen bij zijn, dat komt omdat die nog niet voorhanden zijn. We hebben hier een wijziging van het bestemmingsplan. Dus het is van bovenaf, zodat het duidelijk is waar er gebouwd gaat worden. Tijdens de bijeenkomsten lag er duidelijk informatie en waren de mensen van de initiatiefnemer en de gemeente aanwezig om daarbij hun vragen te stellen. Dit is neergelegd. En in de bijeenkomst van 1 maart is er dus nog gesproken met de inspreker. En daarin zijn nog wat zaken besproken. Dus de rooilijn is een meter naar achteren gegaan. Er is besloten om de garage vanaf de linkerkant naar de rechterkant toe te zetten. Zodat er meer ruimtelijk effect is. Er komt nog een pad tussendoor. Dus alles om daar naar te kijken. En ook in het vervolg is de bedoeling van de initiatiefnemer en de gemeente om hier juist net met elkaar over in gesprek te gaan. En dit te laten, een voorbeeld te laten zijn van hoe je kan bouwen. Dus waar komen de ramen te zitten? Hoe voorkom je dat je bij elkaar in de ramen kijkt? En ik kan me voorstellen en heb daar ook best alle begrip voor dat het vrijer is als er een grasveld naast je huis ligt dat er huizen staan. Aan de andere kant, er is ook al geruime tijd bekend dat dit gaat gebeuren. En bij de tweede bijeenkomst ben ik bij geweest. En ik moet zeggen dat het contact met de buren daarin duidelijk was. En iedereen was blij dat ze op deze manier werden meegenomen. Wat ik nu vanavond hoor, en wat misschien dus nog een verbeterpunt is, dat het niet duidelijk is gecommuniceerd wanneer die volgende bijeenkomst dan zou zijn. Maar ja. Wij zijn van mening dat we daarin helder gecommuniceerd hebben. Maar dit zal dus toch nog duidelijker vast moeten komen te liggen van wanneer dan de volgende bijeenkomst is. Wat ons betreft was het een helder verhaal. Maar helaas is dat dus niet zo overgekomen. Jutte heeft nog een vraag of het een verschil uitmaakt of er 12 of 13 woningen komen. De grond is verkocht aan de initiatiefnemer. Die gaat er bouwen, dus voor de gemeente heeft dit geen consequenties. Voor de initiatiefnemer natuurlijk wel. En die zal dat weer doorberekenen aan de kopers van de woningen. Er is geprobeerd met dit project om te kijken naar diverse kopers. Dat is gedaan door in eerste instantie een rij neer te zetten van 4 woningen. Rijwoningen die dus bereikbaar zijn voor meerdere mensen. Maar daarvoor is door de buurt eigenlijk aangegeven van wij vinden het mooier als het 2x2 zou worden. En daarin is de initiatiefnemer meegegaan en de gemeente ook. En dan heb ik volgens mij de vragen gehad. En anders hoor ik het graag. Dank u wel, meneer Schuurman. Ik hoor het graag, meneer Broeren. Dank u wel, voorzitter. Op zich een helder antwoord over het beeldkwaliteitsplan, maar het bevreemd mij toch wel enigszins. Omdat ik heb nog even teruggekeken naar bijvoorbeeld hoe we de oude welkooplocatie behandeld hebben met elkaar aan de Vecht. Daar hebben we uitgebreid hier gesproken over hoe het eruit komt te zien. En ik kan mij ook van de vorige commissie herinneren dat we een aantal punten mee hebben gegeven. Omdat we met elkaar hebben gezegd, dit is een belangrijke plek. Vanaf de Vecht kijk je er tegenaan, vanaf de Poppelee kijk je er straks op. Dus het is voor ons aanzicht van het dorp een belangrijke locatie. En als ik het goed heb, maar corrigeer me als ik het fout heb. Als we daar nu niks over zeggen of nu niks over kunnen vinden, dan kunnen we als raad daar niks meer over vinden. Want als straks wordt er gebouwd conform bestemmingsplan, dus het komt niet meer langs de raad. Dus ik wil nog wel
daar wat meer duidelijkheid op. Van hoe kunnen wij als raad toch meedenken over wat er uiteindelijk komt? Laat ik het even zo zeggen. Meneer Schuurman. Ja, dat maakt het even lastig. Want aan de ene kant wil je zoveel mogelijk in samenspraak doen met de omgeving. En wordt er dus voor gekozen om deze werkwijze af te lopen. Aan de andere kant, omdat er nu nog niks ligt, kan ik ook nog niks neerleggen. Dus dit wordt een beetje een kip-ei verhaal. Dus ik ben even op zoek naar een goede manier om... ik kan de raad meenemen via Dris. Dat is een mogelijkheid als er zaken worden besproken of worden voorgelegd. En, maar hoe we het dan op een agenda krijgen? Is het een goed idee dat ik daar nog even naar kijk? Als u het informerend naar de raad stuurt via het raadsinformatiesysteem, kunnen we het agenderen. Maar dat is dan op verzoek van de fracties of van de raadsleden die daarom verzoeken. Maar ik ben bang dat er dan al wel wat gegoten is. Nog meer vragen dan wel reactie op de beantwoording? Meneer Jutte, gemeente Belangen. Dank u, voorzitter. Als het bestemmingsplan goedgekeurd wordt, wat zijn dan de mogelijkheden nog van bewoners? Initiatiefnemer heeft toegezegd om in gesprek te gaan met de omwonenden en wij zitten bij die gesprekken. Dus wij doen dat in samenspraak met de initiatiefnemer. Dus daar wordt wel gekeken dat de ramen niet recht tegenover elkaar staan. Aan de andere kant, de nieuwe buren hebben ook recht op uitzicht. Dus daar moet ook ramen aan die kant komen. Dus daar moet een goede balans zitten in vraag en wens. Voldoende, meneer Jutten. Dank u wel. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Nou, even in de vervolg daarop. Inderdaad, maar zoals in de tweede verslag lees ik ook over kleurstelling van die gebruikt geworden. Ik neem dan aan, als dat daar afgesproken is in zo'n bewonersverslag, dat dat toch een uitgangspunt is voor het ontwerp en dat meegenomen wordt. Hè. Een rooilijn leggen we nu vast. Hè. Dat is gewoon een bestemmingsplan waar je mag bouwen. Maar zo'n kleurstelling, dat is gewoon uitgangspunt, neem ik aan. Dat klopt. De heer Vuchteveen wijst mij er net ook op dat in het tweede verslag van de tweede bijeenkomst, daar staan gewoon een aantal uitgangspunten in. En daar wordt gewoon aan gehouden. Dank u wel, meneer Schuurman. Nog meer naar aanleiding van de beantwoording van de vragen? Niet, dan hoor ik graag uw opinie. Wie kan ik als eerste het woord geven? Meneer Jutten, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Dan moet er iemand weer het eerste zijn. We zijn wel blij met de voorbereiding van dit plan. Hoe het gegaan is, er is dus in het verleden wel eens anders geweest. Inspraak, nog een keer inspraak en toezegging dat er nog een ronde komt eventueel. Zo te beluisteren en te lezen is dat ook voldoende geweest voor de meeste bewoners. En op één inspreken na en op één zienswijze die ingediend is. Er zijn nog wel vragen gesteld op die informatieavond wat betreft de verkeersveiligheid, de buslijn, allemaal details die erbij horen. En ik ben ook blij dat daar aandacht aan besteed wordt en over nagedacht hoe dat op zo'n goede manier kan ingevuld, beste manier kan worden ingevuld. Ik zeg het verkeerd. Ik heb de zienswijze gelezen, ik heb mevrouw Holzap aangehoord en dat wetende eigenlijk gaan wij wel akkoord met het voorstel en misschien graag... het vervolg van deze plannen tegemoet. En als daar nog onregelmatigheden in voorkomen, zullen we zeker als raad nog een kans krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, de ChristenUnie vindt het belangrijk dat er genoeg beschikbare woningen zijn in Delfzijl. En ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn. Ik denk dat we over het algemeen een goed proces hebben gehad. Ook goed dat we... Mevrouw heeft ingesproken. Maar ik denk dat we alles bij elkaar nemen dat er een helder verhaal ligt. En daar zijn we positief over. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldman. Ik ga naar rechts. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Ook wij zijn blij dat er na 3 jaar een plan onder ogen ligt. Inderdaad, zo conform zoals we het 3 jaar geleden in commissie hebben besproken.
En ja, de manier van participatie spreekt ons ook aan. In ieder geval dat er in die bijeenkomsten ook actief meegedacht is met de ontwikkelaar door de buurt, vice versa. Er is gezien dat er wat verschoven is, dat er een 201 kapper is gerealiseerd in plaats van een rijtjeswoning. In ieder geval dat het ook geleid heeft tot een verbeterd plan met waarschijnlijk meer draagvlak. Ja, tegelijkertijd snappen we ook de kritiek op het plan, zoals we ook in een van de slagen lazen, ook over de bouwhoogte. Ik hoorde mevrouw Holschoppel daar ook over. Ja, aan de ene kant te begrijpen dat het met het bouwbesluit te maken heeft, maar als je kijkt naar het karakter van de buurt, snap ik die kritiek ook wel, omdat het straks wel heel afwijkt van wat er al stond. En nou goed, uitdaging om daar misschien in het vervolg nog eens naar te kijken van hoe kunnen we daar in het ontwerp nog rekening mee houden. Ja, verder hoop ik dat er inderdaad actief nog gesproken wordt met de buurt van wat er nog mogelijk is qua aanpassing aan het plan, zodat het nog beter gaat landen, zodat de buren ook blij zijn als er straks wat moois staat. En goed, wordt graag op de hoogte gehouden via er is. We kunnen instemmen met het plan. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid, mag ik uw opinie? Ja, voorzitter, dat mag. Nou, ik sluit me in grote lijnen aan met mijn voorgangers. Uiteraard zijn wij blij met woningbouw, sowieso. Zoals bekend, denk ik, ook een speerpunt van onze partij. Op zich een prima ontwikkeling op een markante en voor de uitstraling van de kern Dalfsen een belangrijke plek. Dat gaf ik net ook al even aan. En daarom blijf ik het toch wel een beetje vreemd vinden dat we nu zonder verbeelding van een plan een besluit nemen. Ik had liever gehad dat we die stap die er nog komt, en dat vind ik een goede stap hoor, dus voor de goede orde, die participatiestappen snap ik helemaal. Maar ik had graag aan het einde van dat traject zeg maar dan hier er een klap op gegeven, zodat wij ook een volledig besluit kunnen nemen. Dus dat vind ik lastig. Want wij hebben een aantal dingen aangegeven in de vorige keer in de commissie. En die wil ik dan toch nog even benadrukken. Een deel vind ik terug hoor, in het bestemmingsplan. Maar aangezien ik geen beeld heb, vind ik het toch lastig om daar nu op te vertrouwen. Dus ik geef ze nog even nogmaals mee. De eenheid van het vechtfront is ons heel wat waard. En dat zit hem in ontwerp. Maar dat zit hem inderdaad zoals terecht ook werd gesteld. En dat staat ook goed in het verslag. Dus ik ga ervan uit dat het verwerkt wordt. Maar dat heeft ook te maken met kleurstellingen. En dat soort zaken. Dus wij vinden het belangrijk dat er aandacht voor is. Aansluiting op naastliggende bebouwing. Niet alleen qua kleur, maar ook qua ontwerp. Is er straks een logisch vervolg in dat front. Ruimte voor groen, daar hebben we al wat over gezien. Er is natuurlijk ook wat gedaan met hoeveelheid woningen. Ook om daaraan tegemoet te komen. Dat zijn een aantal punten die we toch belangrijk vinden om nog even te benadrukken. En daarnaast hoop ik... Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het draagvlakproces, dus dat de bewoners nog betrokken worden bij de laatste stap. En ik zou dus graag zien, ik denk dat het aanbod van de wethouder wat mij betreft is prima. Als we daar uiteraard via de RIS over geïnformeerd worden, hoe zo'n avond verlopen is. En ook als er een verbeelding is, wil ik hem toch graag wel even een keer zien. Maar in principe kunnen wij met die toezegging instemmen in het voorstel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Borgeld. Dank u, voorzitter. Toen ik me afgelopen week voorbereidde op de agendapunt, moest ik nog even terugdenken aan de raadscommissievergadering van vorige week. Gemeentebelangen stelde de heer Veldhuis namelijk een vraag over alternatieve locaties voor Slingerdouw. De oase van rust in dit deel van Dalfsen zou wat mij betreft een prima hebben gepast bij Slingerdouw. Maar goed, dat terzijde. Terug naar dit plan. De gemeente heeft in samenwerking met de projectontwikkelaar Loosstad naar mijn mening een fraai plan uitgewerkt. Een plan dat wat ons betreft qua ruimtelijke ordening goed in de omgeving zou kunnen passen. Toen ik de stukken doorlas, had ik het idee dat de burgerparticipatie goed voor elkaar was. Zo zien we dat de diverse overleggen tussen aanwonenden, projectontwikkelaar en gemeente heeft geleid tot aanpassingen aan het plan waarin ieder zich in lijkt te kunnen vinden. Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk punt. Uit het verhaal van de inspreker hoor ik toch nog diverse principiële bezwaren die ik niet uit de stukken op heb kunnen maken. Ik ben ook blij dat de wethouder alsnog in overleg gaat met de omwonenden en hoop dat dat voor de omwonenden een positieve bijdrage levert aan het proces, zodat ze zich alsnog kunnen vinden in dit plan. Al met al kunnen wij echter wel instemmen met het plan. Dank u wel voor uw
opinie. En daarmee heb ik alle fracties gehad en concludeer ik dat we unaniem akkoord gaan met de bestemmingsplanwijziging, waarbij wel een aantal aandachtspunten zijn gegeven en u de toezegging deed om de raadscommissie op de hoogte te houden van zodra er een verbeeldingsplan is, die mee te nemen op het RIS en verslag van de gesprekken zoals die zijn gehouden, die nog gaan komen. Er zijn een aantal aandachtspunten nog meegegeven, die worden vast meegenomen ook in de gesprekken zoals die vervolgd worden vanuit uw zijde. Ik concludeer als akkoordstuk na de raadsvergadering van volgende week. Dank u wel voor uw inbreng. Dan heb ik agenda punt 4 gehad. Nu ga ik even weer puzzelen. Agenda punt meerjarenprognose grondexploitatie. Dat was aanvankelijk nummer 6. Nu wordt het nummer 7. Aan de tafel schuift voor de ambtelijke ondersteuning meneer Peggeman. Van harte welkom. Meneer Van Leeuwen is de behandelend portefeuillehouder. Met deze meerjarenprognose 2018 wordt de Raad geïnformeerd over de actualisaties en ontwikkelingen binnen de grondexploitaties. Het verwachte resultaat is lager ten opzichte van het MPG, dat is de afkorting voor de meerjarenprognose grondexploitatie, lager ten opzichte van 2017, maar er wordt nu wel winst genomen van ruim 4,6 miljoen euro. Er wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de reserves en dit te verwerken in de jaarrekening. Er is onder geheimhoudingsplicht een bijbehorend kaststroomoverzicht toegevoegd. Hier mag u niet over spreken in het openbaar. Als u daarover wil spreken, dan zullen we de vergadering moeten afsluiten om in beslotenheid verder te gaan. U heeft afgelopen donderdag kunnen deelnemen aan een technische informatiesessie. Ik stel voor om te behandelen ook in twee ronden. Ik wil graag eerst uw vragen horen voor zover ze aanwezig zijn. En daarna hoor ik graag uw standpunt. Standpunten. Wie? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie spreekt zijn waardering uit voor de notitie. Deze is duidelijk en overzichtelijk. Wel hebben wij één verzoek en twee vragen. Het verzoek. Er wordt verlies genomen op de niet in exploitatie genomen gronden. Deze vallen onder een materiële vaste activa. Echter, het totale grondbezit wat op de balans staat onder de materiële vaste activa is bij de Raad niet in beeld. Dus we hebben geen overzicht hoe zich deze afboeking verhoudt tot het totaal aan grondbezit verworven voor exploitatie. Tijdens de technische sessie is ons toegezegd dit nu bij te voegen bij de rapportage en in de toekomst op te nemen. Graag ontvangen wij de bevestiging dat deze rapportage nog wordt toegevoegd voor de raadsvergadering van 23 april en dat dit in de toekomst standaard in deze rapportage wordt opgenomen. Daarnaast hebben wij nog twee vragen. De eerste, wij lezen dat er geen beschikbare gronden meer zijn op het bedrijventerrein in Leemderveld. Kan de wethouder ons bijpraten over de huidige ontwikkelingen? En dan de tweede vraag. Naar aanleiding van de plaatselijke belangvergadering in Hoornhorst vernamen wij dat er weinig ontwikkeling is in de uitgaaf van gronden in de Koelen en bij de Molen. Kan de wethouder ons informeren over de huidige stand van zaken? Tot zover. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, we hebben nu, en het lijkt een beetje opinie, maar die komt straks nog wel, maar ik wil toch even mijn verzoek inleiden. Wethouder, we hebben nu een behoorlijke meevaller in de MPG door een aanpassing in de regelgeving. Dat gemeenten naast het voorzichtigheidsprincipe ook rekening moeten houden met het realisatieprincipe. Dat is mooi, maar in een situatie dat dit de andere kant op valt, door wijziging van regelgeving kunnen we ook zo met een forse tegenvaller te maken krijgen. Kunt u ons een toezegging doen dat u ons hiervan zo snel mogelijk melding maakt in het loop van het jaar en niet in de MPG in mei van ieder jaar afwacht? Een en ander nog breder trekkend, zou dit van toepassing moeten zijn op alle forse tegenvallers. Kunt u ons dat toezeggen? Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen over de MPG. Waarvoor dank overigens voor dit mooie document. Onze eerste vraag gaat over de
ondergrond voor deze cijfers. En die vinden we in bijlage 1. En wat we daarin zien is de programmering van 2018 tot 2028. Wat ons daarin opvalt is dat in 2018 net zoveel woningen worden geprognosticeerd, dus kaveluitgifte, als in de 5 jaren erna. En dat is overigens nog weer meer dan de 6 jaren die daarna weer volgen. Onze vraag is van, is dit nou een juist beeld? Betekent het nou daadwerkelijk dat we dit jaar ongeveer alles gaan uitgeven en dat daarna mondjesmaat de rest wordt opgesoupeerd? En is dat beeld niet wat te rooskleurig? Als dat te rooskleurig zou zijn, wat zijn dan de effecten voor het NPV? Over het realisatie- en het voorzichtigheidsprincipe is net ook al een vraag gesteld. Hebben wij in de beoordeling van het realisatieprincipe voldoende voorzichtigheid ingebouwd? Zou de wethouder daar iets over kunnen zeggen? Dan nog twee kleine vragen. Omgevingswet wordt genoemd in een van de paragrafen. Maar wat is nou het effect van de omgevingswet op deze NPG? Dat staat er niet bij, tenminste we hebben het niet kunnen vinden. Maar misschien kan de wethouder dat even kort toelichten. En wat voor VPB-effecten zitten nou nog in dit verhaal? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Borgeld, VVD. Dank u, voorzitter. In een doorrekening van de NPG 2018 wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1%. Voor welke periode geldt het rentepercentage? Alleen voor 2018 of voor een langere periode? De tweede vraag, indien deze voor een langere periode geldt, hoe groot is dan het risico op een stijgende rente? De derde vraag, in de NPG wordt gesteld dat we met name risico's lopen ten aanzien van de exploitatie van de Grif 3. Kunt u me aangeven waarom de verkoop van Grif 3 zo moeizaam verloopt? Heeft de ontsluiting van Grif 3 daar allicht iets mee te maken? U geeft aan dat u bij de jaarrekening voorstellen gaat doen voor de besteding van die 4,6 miljoen. Heeft u misschien toch al ideeën over hoe die besteding gaat verlopen? En de laatste vraag is voor wat betreft de geheimhouding. In algemene zin zijn wij niet zo gecharmeerd van geheimhoudingen. Kunt u me uitleggen waarom de gemeente geheimhouding op wil leggen, zoals bedoeld in artikel 25 tweede lid en artikel 55 lid 1 gemeentewet ten aanzien van de kaststroomoverzichten? Dank u wel. Ik heb alle vragen geïnventariseerd. De wethouder is nog aan het schrijven. Mag ik u het woord geven, meneer Van Leeuwen? Dank u wel, voorzitter. Ik kan niet alles beantwoorden, dus ik heb zometeen even steun nodig. Maar als ik even terugga naar mevrouw Rameman. Wij hebben verlies genomen op niet in exploitatie genomen gronden. En u wilt weten hoe de afboeking zich verhoudt ten opzichte van... U had daar even heel specifiek een vraag. Ja, ik dacht dat ik me aangedaan had, sorry. Nou, die zal ik dan zo meteen toch even aan de heer Pegeman vragen te beantwoorden. Geen beschikbare grond in Lemelenveld. Dat is niet helemaal waar. Dat is nog vanmorgen een stukje weer verkocht. Daar ligt ook nog een klein stukje achter, dus we zijn daar heel druk bezig. Er zijn onderhandelingen, positief overigens al verlopen met de buurman, de heer Ten Haven. Maar wij hebben te maken met de ladder van duurzame verstedelijking. Dus wij zijn nu druk bezig met de provincie om... principeakkoord dat we hebben gesloten met een onderneming om dat ook gehonoreerd te krijgen en dat we dus daadwerkelijk die gronden extra mogen gaan aanschaffen. Alleen dat gaat niet meer zoals in het verleden, dat we een stuk grond kopen en zomaar kunnen gaan bestemmen. Dat is mondjesmaat en dat is hard werken voor de heer Lauterbach en dat doet hij met verven. Dus we zijn daar druk mee bezig. Honors, de koelen en de molen, daar ben ik niet bij betrokken. Dat kijk ik even naar mijn
En die zit al heel moeilijk te kijken. Dus ik denk dat we daar dan maar schriftelijk even op terug moeten komen. De koelen zijn, als ik het uit mijn hoofd doe, nog 3 kavels beschikbaar. Waarvan 1 een claim op ligt. En... Ja, er is er 1 waar een claim op ligt en er zijn er dus nog 2 beschikbaar. En achter de molen, dat is een initiatief van een bouwbedrijf die daar in onderhandeling is met het bisdom. Het bisdom. Wij hadden zelf al overeenstemming met de parochie, de locatieraad. Maar het bisdom wilde meer. Dus... Dat meer wilden wij niet betalen en er is nu een particuliere onderneming bezig om daar, maar dat loopt al inmiddels 1,5-2 jaar. En wat de stand van zaken is, durf ik u niet te zeggen. Gemeentebelangen. De meevaller in BBV als gevolg van het realisatieprincipe. Wil ik toezeggen als de regelgeving verandert dat ik u daarover inlicht? Ja, dat wil ik u graag doen. Dat is geen enkel probleem. Dat gebeurt zonder meer. Voorts, als er tegenvallers zijn, dan wordt u daar op de reguliere wijze via de cyclus van planning en controle over geïnformeerd. En dat wijzigt niet. ChristenUnie. In 2018 net zoveel woningen als in de komende 5 jaren. Beeld te rooskleurig. Ik vraag dat toch ook even naar de heer Peggeman om daarop te reageren. Evenals het effect van de omgevingswet op de NPG en de VPB-effecten. Dat zijn toch een aantal vragen waar ik mezelf niet helemaal op vertrouwde grond voel. Is er voldoende voorzichtigheid betracht? Als u mij op de man afvraagt, is het antwoord nee. Maar het is een voorschrift. Een BBV-voorschrift en de accountant is daar keihard in. En als wij voorzichtiger zijn dan de accountant voorschrijft, wat wij graag zouden willen, dan gaan wij de 1%-norm van onze jaarrekening overschrijden en krijgen we geen goedkeurende verklaring vandaar. Ik had het liever anders gezien, maar in dit geval met de rug tegen de muur. De heer Borgholt van de VVD, die zich vraagt over de rente van 2018 1% langere periode is. Volgens mij, maar ik kijk even naar de ondersteuning, stellen wij dat jaarlijks vast. Er wordt bevestigend geknikt, dus dat is niet voor een langere periode. Daarmee wordt het risico ook beperkt bij stijgende rente. De uitgave van grif 3 verloopt moeizaam, die indruk heb ik niet. Er zijn volop contacten. Er is ook veel verkocht afgelopen jaar. En ook op dit moment zijn er weer intentieovereenkomsten gesloten op de grif 3. Als wij alles kunnen realiseren, dan moeten we over naar het openen van grif 4. Dus het gaat gewoon goed. Kunt u al aangeven hoe u die 4,6 miljoen gaat besteden? Nee, dat is nou juist het leuke. Dat mag u doen. Mevrouw Rameman zit al te glunderen. Dat is nou juist het leuke. Die worden straks toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar. En daarover kan de raad vrijelijk beschikken. Natuurlijk. Hebben wij wel voorstellen, de hele centrumvisie die moet ontwikkeld gaan worden. En ik geef nog even een kleine aanvulling. We horen in de loop van morgenmiddag, misschien woensdag definitief, want volgens de accountant zouden we zelfs nog iets meer aan winst moeten nemen. En ook daar geldt weer die 1%-norm. U hoort mij zuchten. En de geheimhouding van het kastroomoverzicht, dat vraag ik ook even aan de heer Peggeman om dat te beantwoorden. Dank u, voorzitter. Dan wil ik meneer Peggeman het woord geven. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag was over de gronden. Daar hebben we tijdens de technische sessie over gehad. We zullen even inzicht sturen in de,
in de grondposities die betrekking hebben op de grondexploitaties en de waarde daarvan per balansdatum. Dus dat zullen we doen. Het zorg voor de raadsvergadering toesturen. De andere vraag ging over de programmering die we hebben ingerekend. Vraag van de ChristenUnie. Als we naar 2018 kijken, dan hebben we 2018 gebaseerd op indicaties die we hebben over gronden die ook echt daadwerkelijk in 2018 verkocht gaan worden. Dus daar lopen al concrete gesprekken mee. Dus daar zijn die aantallen op gebaseerd. Voor de langere termijn hebben we daar wat minder zicht op. Dus daar zijn we voorzichtiger geweest om dat al naar voren te trekken. Op sommige grondexploitaties, we zien dat daar sneller gronden worden verkocht. Oosterdals is daar een voorbeeld van, waar we zien dat de verkopen goed lopen. Daar zijn we wel wat korter gaan zitten in de grondexploitatie. Maar daar hebben we wel een voorzichtigheid betracht om dat toch wat voorzichtig in te schatten. Dus vandaar dat u dat wat terug ziet lopen in de jaren. En dat betekent wel dat we natuurlijk als raad denk ik naar moeten kijken of naar moeten denken over nieuwe ontwikkelingen. Waar gaan we na deze grondexploitaties heen? Daar hebben we het volgens mij vanavond ook nog over gehad, het kleine veer als voorbeeld. Ik heb nog een kruis staan achter realisatieprincipe, maar volgens mij heeft de wethouder die ook al benoemd. Maar ik wil er nog aan toevoegen dat we natuurlijk wel die risico's die we hebben ingeschat, daar hebben we bij de winstnames wel rekening mee gehouden. Dus we proberen daar wel een voorzichtige inschatting waar mogelijk te maken. Dus nog even als toevoeging. Omgevingswet. Belangrijk voor het MPG meer in de ontwikkeling, omdat we in de omgevingswet ook is geregeld dat je de bewoners steeds meer moet betrekken ook bij de plannen en de projecten die we doen. Ook vanavond was daar weer een voorbeeld van waar bewoners ook worden betrokken bij het plan. Dus dat heeft de raakvlakken met de grondexploitaties. En de vennootschapsplicht, is de grondexploitatie valt onder deze vennootschapsplicht. Die hebben we hier niet specifiek benoemd, omdat het eigenlijk valt onder de totale verplichting van de gemeente als zijnde vennootschapsplichtig, als gemeente als geheel. Daarom hebben we het niet expliciet genoemd in deze rapportage, omdat je dat als totaal moet zien. De 1% hebben we het net over gehad. Dan de geheimhouding nog op de kaststroomoverzichten. Die is erop gelegd omdat we in die kaststroomoverzichten meer details geven op de grondexploitaties. En daar zouden marktpartijen ook hun voordeel uit kunnen halen. Dus vandaar dat we zeggen, we willen niet te veel voordelen daar ook al richting marktpartijen neerleggen die mogelijk ook inschrijvingen moeten doen en dergelijke. Dus vandaar dat we ervoor hebben gekozen om die onderdelen als onder de geheimhouding te zetten. Dank u wel, meneer Pegeman, voor de beantwoording. Dank u wel, meneer Van Leeuwen, voor de beantwoording van de vragen. Zijn er naar aanleiding van de beantwoordingen? Heeft meneer Nijkamp een aanvullende vraag? Nog een paar vragen even voor die VPB. Want u zegt van op gemeenteniveau en op jaarniveau gaan we daar nog naar kijken. Betekent dit dat we te maken hebben met bruto cijfers? En dat we een eventuele aanslag op VPB daar nog van af moeten halen? Dat zou het effect kunnen zijn dan? Oftewel is die 4,7 miljoen, is dat een bruto bedrag en krijgen we daar nog een aanslag overheen? Het is een bruto bedrag, dus hij gaat mee in de aangifte. Maar dat is wel complex om hier uit te leggen. Maar we zijn op 1 januari is de gemeente vennootschapsplichtig geworden. Dat betekent dat we een aparte openingsbalans hebben moeten geven waarin we de waarde van die grondexploitaties op dat moment hebben bepaald. Dat leidt toe dat de huidige grondexploitaties, dat we daar nog geen VPB over hoeven te betalen. Als u in de jaarrekening van vorig jaar kijkt, dan ziet u daar ook dat wij geen VPB last hebben. En toen hadden we ook een positief resultaat op de grondexploitaties. Okay. Dan nog even ter verduidelijking, die cijfers in die bijlage 1, dat gaat dus over het realiseren woningen in de exploitatiegronden en niet op eventuele gronden die de komende jaren nog worden verworven. Moeten we het zo interpreteren?
Dat is correct. Het zijn de gronden die we op de grondexploitatie die nu lopen. Alle nieuwe grondexploitaties zijn hier niet in meegenomen, omdat u daar als raad nog een besluit over moet nemen. Ja, oké. Okay. Dat naar aanleiding van de beantwoording. Ik hoor graag uw opinie. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een duidelijke rapportage met een positief resultaat. Hier zijn we als CDA-fractie blij mee. De te nemen winsten geven aan dat we in het verleden de juiste keuzes hebben gemaakt, waar we nu de vruchten van plukken. Dit alles komt ten goede van onze inwoners. Toch hebben wij zorgen over de beschikbare gronden voor bedrijventerrein in Leemderveld en de behoefte aan woningbouw in Hoonost. Vandaar ook onze vragen. De aanwezigheid van bedrijven is nodig voor de leefbaarheid in de kernen. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van onze verenigingen en vrijwilligers door sponsoren. Hier dragen de lokale ondernemers een behoorlijke steen aan bij. Als we dat moeten missen, betekent dat ook iets voor het verenigingsleven en dus voor de leefbaarheid in de kernen. Het is dus belangrijk om met de ondernemers over hun wensen en plannen in gesprek te blijven en daarop te anticiperen. Daarnaast moet er dus voldoende woningbouw zijn om onze jeugd te behouden in de kernen. Dit om de kernen leefbaar te houden en te zorgen voor voldoende aanwas, zodat ook scholen levensvatbaar blijven. Hier moet continu aandacht voor zijn, want ik kan u een voorbeeld noemen waar een dorpje hier in de buurt waar een paar jaar niet gebouwd is en de school hier nu de problemen van ondervindt. Dit wil de CDA-fractie toch zien te voorkomen. Wij vinden het fijn om te lezen dat we eind dit jaar een voorstel krijgen omtrent de prijsdifferentiatie op grondprijzen. Hier heeft de CDA-fractie al meerdere keren aandacht voor gevraagd. En ook dit kan bijdragen aan verjonging in de kernen. Voorzitter, hier wil ik het bij laten. Wij gaan akkoord met de genoemde voorstellen in het raadsvoorstel. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij sluiten ons graag aan bij het betoog van het CDA over de behoefte voor bouwen. Maar wij gaan ervan uit dat we daar eind dit jaar op een mooi moment met elkaar over gaan spreken als wij een woonvisie gaan herijken. Dank voor de reportage. En dank ook voor de heldere toelichting die we vorige week ambtelijk mochten ontvangen. Dat helpt toch wel heel erg. En ik kan het heel lang maken, maar wij stemmen in met het voorstel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Borgeld. Dank u, voorzitter. Er ligt hier een duidelijk voorstel om de MPG 2018 vast te stellen. De uitgangspunten die gehanteerd zijn voor het vaststellen van de MPG 2018 zijn conform richtlijnen die opgesteld zijn door de commissie van BBV. Hiermee kunnen we dus ook akkoord gaan. Ook kunnen we instemmen met de gunstenbrenger van het positieve resultaat van 4,6 miljoen aan het algemeen reserve grondexploitaties en de opgelegde geheimhouding. Dus we gaan akkoord. Dank u wel. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben uiteraard kennis genomen van het MPG. Belangrijk document. Het gaat over veel geld voor nu en in de toekomst. In het algemeen kunnen we uit dit plan afleiden dat het met de verkoop van de woningen boven verwachting snel, je zou kunnen zeggen, goed gaat. Overigens is goed dan vooral vanuit de financiële invalshoek en zullen we zeker in het kader van de komende jaren daar nog over spreken in het kader van de woonvisie. De wethouder gaf aan van dat er misschien wel vooral op realisatie gestuurd moest worden, maar dat hij liever wat meer voorzichtigheid zou willen betrachten, maar daar vanuit de accountant geen ruimte voor krijgt. Is er misschien een idee om te overwegen om dan de algemene reserve grondbedrijf iets wat ruimer te definiëren. Dat we daar in die zin eventuele extra tegenvallers als een, met die buffer kunnen opvangen. Hoeven niet nu te beslissen, want ik denk dat dat pas ergens in de vaststelling van de jaarrekening komt. Maar het is misschien wel een punt en misschien kan de wethouder ons dan tegen die tijd dienen met hoe voorzichtig moeten we zijn en hoe realistisch kunnen we zijn. Wij gaan verder akkoord met dit stuk. Dank voor het werk wat daarin verricht is. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Kleine-Koolkamp, gemeente. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de MPG 2018 met een behoorlijke positieve eindbalans. Mede veroorzaakt door een aanpassing in de regelgeving. Dit maakt ons wat huiverig, want wat gebeurt er als de verandering de andere kant opvalt? Vandaar de vraag die we u hebben gesteld en waarop u hebt geantwoord dat u ons bij tegenvallers in ieder geval bij de jaarrekening, perspectiefnota, bestuursrapportage en begroting consult doen. Wij concluderen dat we onze grondexploitaties goed op orde hebben.
Al zouden we nog wel meer inzicht willen hebben, en de CDA heeft daar een vraag over gesteld, in de gronden die genoemd worden in de materiële vaste activa. Wij kunnen instemmen met het voorliggende voorstel en blijven graag zo snel mogelijk op de hoogte van essentiële financiële tegenvallers. Dank u wel voor uw opinie. Ik concludeer 1, 2, 3, 4, dat ik alle fracties heb gehad. En daarmee kan ik ook concluderen dat u unaniem akkoord gaat met het voorstel zoals het ligt rondom de meerjarenprognose grondexploitatie. En er is een toezegging, ik ga hem weer even bijpakken, gedaan door meneer Schuurman om de ontwikkeling rondom de koelen en de molen in Honorst nader te duiden met betrekking tot de stand van zaken. U kijkt mij aan. Ja, dank u wel. En meneer Van Leeuwen, rondom de grondexploitatiewaardes in beeld te brengen. Dat wat betreft de toezegging en dat nog voor de raadsvergadering, voor zover dat mogelijk is. Meneer Van Leeuwen, uw lichtje brandt. Ja, dat klopt. Schijn een lichtje op mij. Dat zei ik niet, maar wilt u het woord? Ja, ik zou graag van u nog even de gelegenheid krijgen om te reageren. Want mevrouw Rameman heeft haar zorg uitgesproken over de beschikbare bedrijfsterreinen en de woninggronden in Honorst. Die deel ik. Die delen wij als college. En wij doen daar ook alles aan. We zijn daar, nou niet dagelijks, maar wel constant mee bezig om te proberen dat vlot te trekken en voor elkaar te krijgen. Verder hoor ik de heer Broeren, maar ook de heer Nijkamp zeggen dat ze bij de woonvisie de kans zien om daar verder over te praten over de toekomst van Dalfsen. Ik wil ze erop wijzen dat u daar in november al een kans voor krijgt als we het hebben over het voorkeursrecht gemeente, welke kant we gaan uitbreiden. Dus dat is wellicht nog eerder dan u verwacht had. En daar kunt u zich dus op prepareren wat dat gaat worden. En dan tot slot de suggestie van de heer Nijkamp, algemene reserve grondbedrijf te verhogen. Ik wil dat met de collega's gaan bekijken. Het is wel zo dat die algemene reserve voor het grondbedrijf gebaseerd is op een grondige risicoanalyse. En op basis daarvan wordt die vastgesteld. En ja, wij zijn in Dalfsen altijd wat voorzichtiger. En vandaar mijn schroom, die we ook even verklaren. U gaf aan in, bij de herreiking van de woonvisie, nee, de evaluatie, maar die staat in juni gepland. Meneer... Nou, ze hadden het over het eind van het jaar, dus dan, ik denk, ja, als dan ik lieg, de meer wel daarvoor. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Dank u wel. Ik concludeer als akkoordstuk kan die naar de raadsvergadering van eind juni. En daarmee heb ik de behandeling van agenda punt meerjarenprognose grondexploitatie 2018 afgerond. Dat was agenda punt 7. Stel ik voor naar agenda punt 5 te gaan, de tweede halfjaarrapportage sociaal domein. Meneer Uitslag en meneer Van Leeuwen zijn de behandelende portefeuillehouders. Het is een informerend raadsvoorstel en daarmee wil ik graag uw vragen en uw opinie in één ronde. En daarna zal ik de wethouder, wethouders, niet tegelijk maar om de beurt, het woord geven om daarmee te beantwoorden als er vragen zijn. De nieuwe halfjaarrapportage, tweede halfjaar 2017. Mevrouw Eilert, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de rapportage die voor ons ligt. Een rapport met veel getallen en wat nieuwe ontwikkelingen. Dat heeft amperlijk de nodige tijd gekost waarvoor we onze waardering willen uitspreken. Het ligt ook in de lijn waar de Raad in 2014 om heeft gevraagd. Als je dan al die informatie leest, kom je snel in de verleiding om daar een veelvoud aan vragen tegenover te zetten. Toch, voorzitter, wees gerust. Dat laten we achterwege. We willen niet achter ieder cijfer nog een komma zetten. Wel willen we ons vooral met hoofdlijnen bezighouden en proberen trends waar te nemen. Dat alles om te beoordelen of aanpassing van beleid noodzakelijk of gewenst is. En op
antwoord op die laatste vraag te kunnen geven, is deze rapportage zeker nuttig. Maar in onze beleving hebben we meer nodig. Er zijn nog te veel aspecten waarop we het antwoord niet weten. En ik geef een paar voorbeelden. Wat is het effect van ons beleid in het sociale domein tot nu toe? Zijn onze inwoners van de 3D's per 1 januari 2015 er beter van geworden? Wordt onze raadsbrede ambitie, iedereen doet mee, werkelijkheid of is en blijft het een utopie? In die zin heeft het Sociaal Cultureel Planbureau recentelijk onze zorgen nog eens versterkt met de erg zorgwekkende conclusie dat de WMO nog lastig is in te vullen. Een ander punt is wat we ons eerder nog afvroegen, maar inmiddels over voldoende signalen beschikken dat we kunnen stellen dat er zorgmeiders zijn in onze gemeente. Vanwege onder andere de hoogte van de diverse eigen bijdragen. Zeer recentelijk tijdens een debatavond in Leemleveld deed een zorgaanbieder nog een emotionele en klemmende oproep aan de politiek vooral dit signaal op te pakken. Dalfsen kent relatief veel jongeren die in zorg zijn. Er is verschillende keren hier al vanaf deze plek over gesproken. Maar welke problemen liggen hier aan te grondslag? En is het waar dat jongeren uit Dalfsen dakloos in Zwolle verblijven, zoals Vincent Oosterveen in een van zijn debatten aangaf? En krijgen alle kinderen in de kernen de kans VVV-E te volgen? Nou, GGZ-problematiek valt het nodig over te zeggen. Wat ik verder in de rapportage lees, wordt een aantal keren het opnieuw aanbesteden van zorg genoemd. En graag willen wij hier in gezamenlijkheid kritisch kijken of het huidige beleid nog voldoet, of dat het effectiever en goedkoper kan, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs ook aangaf. En nog een voorbeeld, en moeten we niet een discussie op gang brengen of maatwerk ook van toepassing kan zijn als het gaat om wie welke taken uitvoert? Wat is des overheids? En wat kan misschien beter aan het burgerinitiatief worden overgelaten? Wat de uitkomst ook mogen zijn, duidelijkheid is van onschatbare waarde om burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen. Voorzitter, ik heb met deze vragen niet de intentie volledig te zijn geweest. Dat hoeft ook niet voor dit moment. Het geeft wel een inkijk in onze zorgen en onze vragen. Daar willen we een antwoord op om ons beleid te kunnen toetsen en eventueel bij te stellen. Vanuit onze visie begint en eindigt dit bij de burger. Daar willen we graag over meedenken als fractie en ook ons steentje aan bijdragen. En dan om die reden wil ik graag aansluiten. Ik heb de behandeling van de eerste halfjaarsrapportage even teruggeluisterd en wil ik me graag aansluiten bij de oproep van ChristenUnie tijdens die behandeling om tot een andere behandelwijze van dit agendapunt over te gaan. Van ons mag het door het vormen van bijvoorbeeld een raadswerkgroep, een conferentie of beide of iets anders, maar in ieder geval wel met als doel dat de vraag van de burger duidelijk wordt. Voorzitter, ik rond af. Ik ben erg benieuwd wat de andere fracties hierop reageren en natuurlijk ook de wethouder. Dank u wel, mevrouw Uilerts. Wie kan ik vervolgens, mevrouw Lasje, ChristenUnie? Ja, dank u wel, voorzitter. Onze dank voor deze halfjaarsrapportage. Een rapportage met weer meer informatie, meer cijfers. We hebben nu wel de meeste gegevens helder. Ik denk dat het klopt, maar anders hoor ik het graag van de wethouder of we nog belangrijke zaken missen. En tegelijk is het zo, en dat sluit een beetje aan bij de inbreng van mevrouw Eilert, er zijn nog veel verdiepende vragen te stellen. Samen te vatten onder de vraag, en hoe doen we het nu? Werken we voldoende preventief en innovatief? En krijgen onze inwoners groot en klein de zorg die ze nodig hebben op een manier die het beste bij ze past, die het beste aansluit en het beste werkt? Ik heb het idee dat we steeds achterom zitten te kijken. En dat is natuurlijk ook zo, omdat we terugkijken naar een vorig half jaar. Maar ik zou zo graag vooruit willen kijken. En ik mis wat de grote lijn voorwaarts. En ook wel de koppeling met de kadernota transformatie. Hoewel die pas later is vastgesteld, maar daarin hebben we toch wat lijnen uitgezet. En dat maakt dat ik wel wat worstel met deze rapportage. De manier waarop bij het onderwerp welzijn de ontwikkelingen worden beschreven, komt wat dat betreft meer in de richting, evenals de inhoudelijke rapportages rond de sociale kernteams. Wat zien we en wat gaan we doen?
En zo zouden we graag de informatie rond alle thema's zien. En misschien ben ik nu te ongeduldig, maar dan hoor ik ook dat graag van de wethouder. En dan ga ik toch de verschillende hoofdstukken belangen, want ik vind de informatie die erin staat wel belangrijk. En ik wil toch wel op al die verschillende onderdelen reageren. En dat kan misschien een beetje lang duren, maar ik hoop dat het boeiend genoeg is. Wilt u het wel kort houden, mevrouw Lasje? Ja, ik probeer het. Punt 1, over de WMO, over de begeleiding. Het aantal aanvragen stijgt en daar wordt als eerste verklaring voor gegeven complexere problematiek en ouderen die langer thuis wonen. En betekent dit dan dat het vooral om ouderen gaat? Ik kan me namelijk ook voorstellen dat er toename komt vanuit een groep mensen met een psychische kwetsbaarheid. En dan maak ik de verbinding naar hoofdstuk 5, waar gesignaleerd wordt dat er te weinig passende woonvormen zijn en te weinig dagbesteding is voor deze groep. En ligt hier dan misschien ook een verbinding met de toename van overlast door verwarde personen? En als dat het geval is, vraagt het om ander beleid en ook een ander inkoopbeleid. Nu gaat veel met PGB's, maar waarom niet meer contracten voor zorg en natuur afsluiten met organisaties die beide kunnen leveren? Ik hoor hier graag meer over. En nog even een vraag over de nieuwe regels rond eigen bijdragers. Heeft de gemeente hierin nog beleidsvrijheid? En dan denk ik aan de koppeling met het armoedebeleid. Kunnen wij als gemeente nog iets daarin wijzigen, eigen regels vormen? Puntje 2, welzijn. Goede inhoudelijke informatie. Er wordt veel gedaan, er is veel opgezet en dat valt allemaal onder preventief werken. En ik ben wel benieuwd hoe zich dat vertaalt in het welbevinden van mensen en in de hulpvragen. En we zouden graag, denk ik, als raadscommissie eens kennis maken met de nieuwe directeur en met hem in gesprek gaan over hoe het nu werkt en wat de resultaten zijn en hoe we daar met elkaar over kunnen doorspreken. Mantelzorg en vrijwilligers, goed dat er zoveel aandacht voor is, we hebben daar vaak aandacht voor gevraagd. PGB's, ik heb er al iets over gezegd bij begeleiding, maar net vandaag kwam de fraude met de PGB's weer in het nieuws en hoe enkele gemeenten in Twente dat aanpakken. En ik heb daar de vraag over of dat ook in Dalsen speelt en zo ja, of er ook actie moet worden ondernomen of al wordt ondernomen. Sociale kernteams, goed dat het GGZ aansluit en ook goed om te lezen dat er veel wordt gesignaleerd. Het is echt een meerwaarde van deze teams. Ze hebben echt hun plek verworven en ze doen ook nog goede dingen. Goed ook om de bewustwordingscampagne alcohol te starten. En onze oproep is dat zo breed mogelijk te doen. Dus niet alleen de eigen organisaties, maar ook sportverenigingen, maatschappelijke organisaties. Ik probeer echt iedereen erbij te betrekken. Participatiewet. Goed om te lezen dat de grootste uitstroom de uitstroom naar werk is geweest. De laatste tijd is er veel onrust landelijk over de verschillende maatregelen. Het kort van mensen met een WAJONG-uitkering. Nu weer het voorstel om loonkostensubsidie om te zetten. En ik heb dan ook een vraag. Hoe zijn de ervaringen in Dalsen als het gaat om loonkostensubsidie? En nou, hoe wordt tegen deze voorgestelde wijziging aangekeken? En een tweede vraag hierover. Ik heb de cijfers gezien en onze dank daarvoor, maar het is soms lastig te interpreteren. Lukt het ons ook om de mensen die vroeger naar de WSW gingen, om die nu te plaatsen bij een reguliere werkgever? Ik kan dat niet helemaal duidelijk krijgen uit de cijfers. Laatste puntje, voorzitter. Over de jeugdzorg, is ook net ook al eerder genoemd. We zien nog steeds een stijging en de verklaring is er nog niet. Volgens ons kan dat toch niet zo heel moeilijk zijn. En we rekenen erop dat er snel meer duidelijkheid komt. Zodat er snel een goed samenhangend en vernieuwend plan voor aanpak kan worden gemaakt. Onze jeugd is te waardevol om af te wachten. En wat onze fractie betreft, beginnen we gewoon. Laten we maar met elkaar om tafel gaan en gewoon een boel maatregelen nemen en met elkaar erover doorpraten. Voorzitter, ik kom terug op de vragen waar ik mee begon. We doen veel en we doen veel goed. Maar we moeten ook nog dingen anders doen. En laten we ook daar maar morgen mee beginnen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. En dank u wel, voorzitter. Nou, er is al veel gezegd en dat wat gezegd is ga ik absoluut niet herhalen. Wij zijn wederom blij met een overzichtelijke halfjaarrapportage. En dank daarvoor aan de ambtenaren die daar druk mee zijn geweest. We hebben een aantal technische vragen gesteld die van een goed antwoord zijn voorzien. Dus ook daar hoef ik niet op terug te komen. Wij constateren dat het over het algemeen genomen alle domeinen op koers liggen. We zien mooie ontwikkelingen bij de participatiewet, sociale kernteams en het welzijnswerk. De vraag is eerder gesteld inderdaad van hoe is het effect op onze hulpvragers? Nou, dat komt in het cliëntenvredenheidsonderzoek op termijn vast een keer terug. Maar wel goed om dat te blijven monitoren, want dat wat we doen, past dat ook. Een paar onderwerpen die ik aan orde wil stellen. De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociaal domein zijn op dit moment nog onduidelijk. VNG maakt zich sterk om de impact voor gemeenten te beperken.
Maar in combinatie met de toename van het aantal cliënten dat aanspraak maakt op de WMO, de stijging van het aantal jeugdigen in de GGZ, zorgelijk, en het aantal mensen met een uitkering dat langer in de uitkering blijft, dat is toch een combinatie die ons wel zorgen baart en waarvan we u willen vragen om ons goed op de hoogte te houden en ons zo nodig tussentijds bij te praten. Wellicht een klein comité, prima. Dan skip ik even wat al gezegd is. De sociale kernteams, het is al gezegd, maar ik vind het mooi de beschrijving van rondom welzijnswerk en de sociale kernteams. Dat is inderdaad wel de manier waarop wij graag deze reportagevorm zouden willen geven. En nou, daar zijn we blij mee. We zien dan dat in Leemleveld de woonconsulent van de woningstichting deelneemt aan het SKT. En dat juichen wij toe. En wellicht kan dat in de andere kernen ook navolging krijgen. Hetzelfde geldt voor de praktijkondersteuner die in Dalsen bij het sociaal kernteam aangesloten is. Mooie ontwikkeling. Voor het eerst zijn dan ook die ontwikkelingen per kern beschreven. En dat is een mooie stap in een goede richting. Wat ik er een lastige aan vind is dat we heel moeilijk konden onderscheiden van waar liggen nou de overeenkomsten en waar liggen de verschillen. Ze waren alle drie behoorlijk anders beschreven. En er waren bijvoorbeeld, worden in Nieuw-Leus een project beschreven als het gaat om de bruggenbouwen taalcoaches, die is gemeentebreed. En daar zou ik wel meer het accent willen hebben van wat verbindt de dorpen nu of de kernen nu en waar liggen de verschillen en wat vraagt in welke kern nu specifieke aandacht. Dan heeft u in de eerste geeft u aan dat in de eerste halfjaarrapportage van 2017 de dagbesteding voor mensen met een psychiatrische aandoening wordt gemist in Dalsen. En dat daar in 2019 verder op teruggekomen wordt. En dat vinden we toch wel wat lang duren. Dus de vraag is of dit misschien wat sneller zou kunnen. Ik heb geen idee waarom dat zo is. Maar we vinden het jammer als dat het eerste halfjaar van 2017 al bekend wordt, dat daar zo'n lange tijd overheen moet gaan voordat er ook maar iets van realisatie komt. En in diezelfde lijn wil ik de beschermde woonvorm voor verstandelijk beperkte mensen aanstippen. Die ontbreekt in Dalsen. Het lijkt ons zeer belangrijk dat Dalsen hierin op korte termijn voorziet. De samenwerkingspartners zijn actief in Dalsen, dus mijn vraag is wat gaat u hierin doen? En voorzitter, daar wil ik het voor dit moment bij laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Ik ga naar rechts. Meneer Massier, CDA. Dank u wel. We hebben al veel gehoord. Ik denk dat in hetgeen wat ik wil vertellen ook overlap zit. Maar toch wil ik u het volgende even voorhouden. De tweede halfjaarrapportage Sociaal Domein 2017 is door de CDA-fractie ontvangen, waarvoor onze de hartelijke dank. De CDA-fractie wil benadrukken dat deze halfjaarrapportage voor ons een goed middel is om vinger aan de pols te houden. Veel zaken zijn positief benaderd, maar ook is het goed om weer kritisch te zijn op bepaalde punten. Wij als CDA-fractie juichen het toe dat de opzet gelijk is gebleven aan de eerste halfjaarrapportage 2017. Het geeft een goed inzicht in de deelterreinen van het sociaal domein en je kunt vergelijkingen trekken. We zijn blij dat in een apart hoofdstuk het onderwerp welzijn is toegevoegd. Hierin zal uitgebreider, maar ook per deelkern, op ontwikkelingen worden ingegaan. En dat is zeker een goede zet richting de toekomst. De eigen bijdrage 2017 waarover gesproken wordt niet meer gebaseerd op inkomen en vermogen, maar wordt omgezet in een abonnementstarief per 1 januari 2019. Wethouder, vindt u het reëel om hiervoor een tarief te hanteren die geldt voor alle inwoners, terwijl voorheen naar draagkracht de bijdrage werd geheven? Dus de zwaarste lasten voor de sterkste schouders. Het toekomstgericht welzijnsbeleid is een apart opgenomen hoofdstuk in deze rapportage, waarvoor onze dank. In dit beleid wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitleg over de uitvoering hiervan. Als je de inventarisaties binnen de deelkernen leest, worden heel veel welzijnsactiviteiten ontplooid. Wat heel mooi zichtbaar wordt, dat is ook wat het CDA wil, is de wijkgerichte aanpak. Hierdoor zijn de resultaten per wijk meetbaar geworden. Juist op deze manier komt het element zelfredzaamheid, ook een speerpunt van het CDA,
volledig tot haar recht. We kennen binnen de kernen verschillende woonvormen met begeleiding, waarbinnen ontwikkelingen plaatsvinden. Wat de CDA-fractie zich afvraagt, is of er in de toekomst ook een maatwerkvoorziening komt voor mensen met een verstandelijke beperking. Immers, op dit moment worden indicaties hiervoor op basis van een PGB toegekend. Dit is nog niet gecontracteerd bij de gemeente Dalfsen. Alle personen met een uitkering op grond van de participatiewet vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er zijn een aantal redenen waarom instroom gerechtvaardigd is. Over de uitstroom heeft de fractie de volgende vraag. Zijn er meer gerichte maatregelen te nemen om de uitstroom te bevorderen? Anders gezegd, denkt de verantwoordelijke wethouder meer maatregelen te kunnen realiseren. Concluderend kunnen we zeggen dat dit document veel inzicht geeft in de stand van zaken in het sociaal domein. Waarvoor onze dank. We ontvangen graag een reactie op onze vragen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Massier. Meneer Borgeld, VVD. Dank u, voorzitter. Ook wij willen de wethouder en het ambtelijk apparaat danken voor dit stuk. Veel getallen, veel info. Info die ook veel vragen oproept. Dit stuk is informerend van aard, dus ik zal me beperken tot slechts enkele vragen. In hoofdstuk 1 WMO stelt u dat er een toename is van het aantal cliëntenbegeleiding, doordat de problematiek complexer wordt en er meer ondersteuning nodig is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Een nadere duiding ontbreekt volgens u. Daar wil u tijdens het aanbestedingsproces aandacht aan besteden. Dat begrijp ik niet goed. Is het niet de bedoeling dat u de cijfers voorafgaand aan het aanbestedingsproces moet duiden, zodat u weet wat u moet aanbesteden? In hoofdstuk 2, welzijn, wordt gesteld dat inhoudelijke ontwikkelingen weergegeven worden per kern, conform een aantal criteria, te weten wat signaleert het welzijnswerk, wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig, welke acties worden hierop uitgezet. Allicht dat ik het gemist heb, maar als ik de ontwikkelingen doorlees, kom ik niet veel verder dan een uiteenzetting van de vele activiteiten die de verschillende welzijnsteams hebben uitgevoerd. Ik heb bewondering voor de vele en goede activiteiten, maar antwoorden op de net genoemde criteria heb ik niet gelezen. Kunt u me die allicht geven? Naar analogie van de vorige vraag, hoofdstuk 3, mantelzorgers en vrijwilligers. Het doel van dit beleid is het verkrijgen van voldoende mantelzorgers en vrijwilligers. Het middel is onder andere het openen van extra vrijwilligerspunten in de diverse kernen. Mijn vraag is er zicht op in hoeverre deze extra vrijwilligerspunten ook daadwerkelijk gaan voorzien in deze behoeften? Kunnen we daarbij volgende rapportages cijfers van krijgen? En mijn laatste vraag is, in hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de PGB's. In navolging van de ChristenUnie vragen ook wij ons af in hoeverre er controle is op het gebruik van de PGB. Vinden hier steekproeven plaats? Voor zover mijn vragen. Nieuw in deze rapportage is, zoals u zelf al heeft gezegd, het hoofdstuk welzijn. Een nieuwe opzet waarin u uitgebreider op de ontwikkelingen ingaat. In dit hoofdstuk geeft u een eerste aanzet tot het opnemen van prestatieindicatoren, die u vervolgens dan helaas niet toepast in de beschrijving van de ontwikkelingen van de diverse kernen. Wil u vragen meer werk te maken van het opstellen en gebruiken van prestatieindicatoren in het sociale domein? We realiseren ons dat het niet altijd gemakkelijk is en tijd kost. Maar juist deze prestatieindicatoren maken dit soort rapportages veel waardevoller. Want dan pas kunnen we eigenlijk ook zeggen waar we als gemeente Dalfsen staan. Wat doen we goed? Wat heeft aandacht nodig? Welke acties zijn daarvoor nodig? Ook de doelmatigheid van geleverde diensten zou wat ons betreft een onderdeel van deze rapportages mogen zijn. Dat was het, voorzitter. Dank u. Dank u wel, meneer Borgeld. Volgens mij heb ik alle fracties gehad. Er zijn een groot aantal vragen gesteld, meneer Uitslag en meneer Van Leeuwen. Ik geef eerst meneer Uitslag het woord, zie ik. Ja, voorzitter. Het begon zo goed. Vleidelijk toch veel vragen, maar dan gaan we ons beperken. Heb ik met eerste zinnen van deze avond mogen noteren. Maar het bleek slechts een voornemen. Eigenlijk, voorzitter, misschien wel vooraf. Ik merk dat de rapportage, elke keer worden we een stuk vrediger. Maar elke keer maken we daarmee ook veel meer vragen los. Maken we veel meer los. Ik merk ook dat hier voor een deel nieuwe commissie zit.
die misschien een deel van de kadernota transformatie nog niet helemaal meegekregen heeft. Dus ik denk dat het goed is om deze halfjaarrapportage, of in ieder geval de rapportage, voortgang en trends op het sociaal domein, ook op een ander moment, ook in een meer technische sessie, met elkaar te kunnen bespreken. Kunnen we ook dan met elkaar even doorpraten, zoals ik van u van verschillende kanten hoor, hoe zo'n rapportage eruit moet komen te zien. De een wil meer beschrijven, de ander wil meer indicatoren. En als ik aan u allemaal tegemoet moet komen, dan wordt het dikker dan het jaarverslag. En daar helpen we elkaar niet mee. Want dan zijn de beleidsmedewerkers bezig met informatie te verzamelen in plaats van met hun werk te doen. Maar ik ga graag met u hierover in debat, dus ik ga ook niet alle vragen beantwoorden proberen. Want eerlijk gezegd, voorzitter, het aantal vragen wat gesteld is, nodigt mij weer tot nog meer antwoorden, wat nog meer vragen gaat geven. En ik denk dat we de hele avond bezig zijn. Dus ik wil u voorstellen om dat op een ander moment een wat meer technische sessie te doen. Dan toch even een aantal dingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau noemt een aantal trends, de PvdA noemt dat. Dat klopt, maar dat zijn trends voor Nederland. En de grap voor de decentralisaties is juist dat we lokaal onze inwoners kennen en lokaal dus maatwerk leveren. En daarmee zeggen die cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, tenzij ze voor de Alpsen geschreven zijn, maar helemaal niks. Hoe verwillig ik dat ook vind om te zeggen. Want hoe gaan we Amsterdam met Dalfsen vergelijken? Ik noem eens even een dwarsstraat. Ja, gemiddeld klopt alles. Maar gelukkig, en ik sta er nog steeds achter, hebben we decentralisaties, zodat wij als gemeente onze inwoners kennen en voor onze inwoners het beste beleid kunnen voeren. Hoe doen we het? Nou, het is moeilijk om elke dag een thermometer erin te stoppen, maar de laatste cijfers die we hebben gekregen zijn goed. De klanttevredenheid is hoog. Enorm hoog. Ik geloof 8,4 of zo. Hè? Dus daar zitten we echt op goede cijfers. Maar ook daar weer. We gaan met onze inwoners en met de cliënten in gesprek om te kijken hoe ze de zorg ervaren hebben. Maar dat doen we niet elke week. En daarmee is het ook heel moeilijk. Voorzitter, om mag ik hierop reageren? Ik wil graag eerst de beantwoording laten plaatsvinden. Ook daarmee het verhaal van de zorgmeiders. Ja, we weten wat de zorgmeiders zijn. Ik heb vandaag nog weer een certificaat uitgedeeld aan taalcoaches. En ook daar weer zie je hoeveel mensen toch weer gevonden zijn. Zelfs in onze eigen organisatie. Of deel van onze organisatie. Die echt taalarmoedig zijn. Laaggeletterd om ze die term eens te gebruiken. En ook daar weer. Dat zijn mensen die echt al op gevorderde leeftijd zijn. Dus al heel lang uit beeld zijn gebleven. Het hebben voor elkaar willen te krijgen. Dat geldt ook voor zorg. Heb ik zijn beeld? Zeker niet allemaal. Wil ik zijn beeld hebben? Heel graag. Wat doen we daarvoor? Nou, we proberen op verschillende plekken, op verschillende manieren erachter te komen. Op verschillende manieren vindplaatsen te hebben. Anders dan in het gemeentehuis. En dat zit bij de huisartsen, maar dat zit ook bij de voedselbank. Dat zit ook bij, nou, noemt u het maar op. Maar als mensen niet gevonden willen worden, voorzitter, dan wordt het echt een hele kluif. De eigen bijdrage, WMO-abonnement heet hij ook wel in het regeerakkoord. Hoe kijkt u daar al tegenaan? Ja, voorzitter, ik begon net al even over de decentralisaties en juist dat wij als gemeente het maatwerk konden leveren. En ik moet eerlijk zeggen, ik was niet zo gecharmeerd van het abonnementstarief. Voor mensen die op leeftijd zijn, die hem allemaal voor 17,5 euro, geloof ik, of voor een beperkt bedrag, de WMO kunnen afnemen. Dat druist nogal tegen onze principes als gemeente in. Dat de zwaarste schouders, de sterke schouders, de zwaarste lasten kunnen dragen. Waarmee je dus ook anderen beter tegemoet kunt komen. Dat zegt iets over subsidiariteit. Wie mag erover beslissen? Wij mogen erover beslissen. En Den Haag, als u de zaken decentraliseert, blijf er nog met vingers van af. Ik weet dat ik het ook tegen mijn eigen partij zeg, maar uit de grond van maat. Het gesprek met welzijn, de directeur Wouter Noorman heet hij. Nou, dat kunnen we natuurlijk organiseren. En misschien dat het wel in het inwerkprogramma zit, maar dan moet ik onze grafie even aankijken. En anders graag. Misschien ook een van de redenen waarom het ook nu wat, en zoals het VWD ook al aangaf, wat divers beschreven is. Het is een goede aanzet. Maar de organisatie begint eigenlijk pas per januari 2018 en toch hebben ze al iets op kunnen schrijven. Dus het is een terugblik over 2017, dus ze hebben, vind ik, al heel veel kunnen doen. En ik ga ervan uit dat het een betere wordt, naargelang we de rapportages zullen opvolgen.
Of er fraude met PGD's bekend is, daar waar ze bekend hebben zijn, probeer ze aan te pakken. Best moeilijk. En daar ook wel de vraag van, moeten we goede onder de kwaaien leiden? Dus gaan we nu heel veel bureaucratie organiseren om voor die paar fraudeurs te pakken en hebben daar niet veel het kind en het badwater weggegooid. Het blijft een balans. De informatie uit Twente van vandaag, die heb ik nog niet bereikt. Dus die weet ik niet. Voor de rest jeugd. Ik heb eigenlijk raads- of commissiebreed uw zorgen over de jeugd en de toename van de jeugd gehoord. En voorzitter, dat is terecht. Niet alleen omdat het een kwetsbare groep van onze inwoners betreft, maar ook omdat het financieel echt behoorlijk in de papieren gaat lopen. Aan het lopen is. U krijgt binnenkort het jaarverslag. Ook daar zult u zien dat, dat we echt over tonnen praten waar dit onderdeel bezig is. Dat komt voor een deel omdat we misschien wel te laag begroot hebben op basis van cijfers van het begin van de decentralisaties, waar de cijfers toen vanuit het Rijk niet goed bekend waren. Dat komt deels omdat we misschien wel te succesvol zijn. We zijn te laagdrempelig en worden misschien wel te veel jongeren te snel doorverwezen en te makkelijk toegeleid. Hè. Dus, en eerlijk gezegd, u gaat van, laten we maar beginnen, mevrouw Lasje. Het moet niet zo moeilijk zijn. Het is verschrikkelijk moeilijk om te analyseren waar dat vandaan komt. U wilt niet weten hoeveel parameters, hoeveel variabelen er zijn. Het enige wat we zien is dat de kosten oplopen. En het enige wat ik u kan zeggen is dat het niet alleen in Dalfsen is, maar bij al onze gemeentes van de regio. Dus de Dalfsenaar, de jongeren in Dalfsen is niet zoveel afwijkend van de rest. Nou, dat is geruststellend. Maar waar ligt het dan aan dat die kosten toenemen? Nou, voor een deel, wat ik zei, omdat we te laag begroot hebben. Want ja, dan is het ook niet erg dat het hoger wordt. Maar ook voor een deel, omdat er niet zo verkeerd wordt toegewezen, de andere manier omgegaan. We zullen het zien. Maar dat het complex is, zeker. En ik hoop vlak na de zomervakantie u daar echt meer duidelijkheid over te kunnen geven. En u wilt niet weten hoe snel dat is. Er worden echt mensen vrijgesteld. En eerlijk gezegd, daar baal ik dus van. Want ik heb liever dat ze bezig zijn met vooruitkijken, zoals u zelf ook aangeeft. De begeleid wonen light, heb ik het even genoemd. Hè? De vragen die van verschillende kanten kwamen ook. Kunt u dat niet organiseren als Dalfsen? Nou, wij bieden het zelf niet aan. Zijn we op zoek? Zijn we in gesprek met aanbieders? Verschillende aanbieders? Jazeker. De verschillende aanbieders die bij ons komen, zijn allemaal net te klein om het te kunnen gaan doen. En we zijn nu ook voornemens om die partijen bij elkaar in contact te brengen, zodat we net voldoende massa kunnen krijgen om dat toch te kunnen realiseren in onze gemeente. Dat is het rare, dat wij betalen wel, maar wij zijn niet degene die dit doet. Hè? Dus daarmee moeten we ook anderen de tijd geven om het te organiseren, om ook een gebouw te hebben enzovoort. Dus ja, ik hoop dat het 2018 wordt, maar er staat wel een reëel jaartal, denk ik. En als laatste vraag die ik genoteerd heb, werken en vrijwilligerspunten. Als ik zeker wist dat ze niet zouden werken, zouden we niet aan beginnen. En ja, ze werken, maar wordt het nu al een groot succes op voorhand? Ja, dat weet ik niet. Maar ik ga het wel doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Het is een behandeling in één ronde, maar ik wil nog wel even gelegenheid geven om te reageren op de beantwoording. Maar niet kwalijk, meneer Van Leeuwen heeft ook nog antwoorden te geven. Meneer Van Leeuwen, sorry. Mijn excuus. Ik ging te snel. Ik wil u de beantwoording geven en daarna mag u nog even als raadscommissie één keer in één ronde dus reageren. Ik tel twee rondes dan, maar goed. Ervaring in Dalfsen met betrekking tot loonkostensubsidie, die zijn positief. Wij proberen daar maximaal op in te zetten. We gaan daar soms wat verder dan in principe is voorgeschreven. Maar dat heeft tot gevolg dat mensen toch makkelijker plaatsbaar zijn. WSW ook plaatsen bij werkgevers, dat is erg lastig. En ik neem aan dat u bedoelt mensen die onder het oude regime in de WSW zouden plaatsen en daarmee dus als doelgroepers betiteld worden. Vorige week, donderdagochtend, hebben we als arbeidsregio bij elkaar gezeten. Van de 23 mensen die aangemeld zijn, zijn er twee
erkend als doelgroeper. En dat is triest, maar waar. Ze voldoen niet aan de criteria, volgens de indicatiecommissie. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Mijn excuus. Wie kan ik het woord geven om te reageren? Mevrouw Eilert. Ja, dank u wel. Ja, ik wou nog even reageren op de beantwoording van de wethouder. Volgens mij draaide hij het net om. Ik bedoelde niet te zeggen dat we ongerust zijn en vraagtekens zetten van het, bij het effect van het beleid en dat ik mij heb laten leiden door het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat was het niet. Ik zag daarin een bevestiging wat ik hier in de gemeente ook weet. En ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik ben nog niet van overtuigd om te zeggen van dat we iedereen kunnen bereiken of iedereen bereiken. Dus het effect van het beleid, dat zou ik graag de komende tijd inzichtelijk willen hebben. Dus het leek er even om dat het omgedraaid werd. Verder even, ik hoorde dat meerdere keren zeggen van het effect op het beleid in relatie tot cliëntervaringscijfers. En ik dacht dat ik dat al eens eerder benoemd had, maar daar wil ik nog wel graag een toelichting op geven. Cliëntervaringscijfers krijg je pas als mensen in beeld zijn. En het gaat me juist om die groep die mogelijk niet in beeld is. Wat is uw dus, vraag, mevrouw Eilert? Er was een opmerking van... ja, voorzitter. Vullende vragen was deze. Maar goed, ik heb begrepen dat, dat we nog een technische sessie, als ik die... Oh nee, ik wil uw werk niet overnemen. Nee, u neemt dat dank u wel. U neemt, stelt de conclusies. Dank u wel, mevrouw Eilert. Wie heeft nog meer aanvullende vragen, mevrouw Lasje? Dank u wel, voorzitter. Moet ik proberen om het als vraag te formuleren? Dat is de bedoeling. Oké, ik wilde graag reageren op wat de wethouder zei over de rapportage. En ik ben het met de wethouder eens. Ik zou niet graag zien dat de afdeling alleen maar bezig is met het verzamelen van cijfers. Absoluut niet. Maar we krijgen niet zo vaak de gelegenheid om hierover te praten. En dat is de reden waarom ik deze rapportage ook wel graag heel serieus wil nemen. En er dus toch iets over wil zeggen. En ik ben het dan ook... Ik ga dan ook graag op een andere manier met de wethouder in gesprek. Is geen vraag, maar ik hoop dat de wethouder het daarmee eens is. Misschien mag ik die vraag dan stellen. En ik heb nog een puntje over de jeugd. Ik bedoelde, en daarmee wil ik dat rechtzetten, echt niet dat de hele problematiek rond de jeugd gemakkelijk zou zijn. Ik ben het met de wethouder eens dat het erg ingewikkeld is. Ik wilde alleen maar zeggen dat we niet eindeloos moeten dooranalyseren, maar ook gewoon aan de slag moeten gaan. Dat was eigenlijk mijn ondersteunende oproep richting de wethouder. En ik heb nu nog wel een vraag, en dat is aan wethouder Van Leeuwen. Hij zei dat er maar 2 mensen geplaatst kunnen worden. Hebben wij dan nog andere mogelijkheden om deze doelgroep iets anders te bieden? Hè, als ze dat voor al die mensen, die andere 21, die dus niet geplaatst kunnen worden. Dat was mijn vraag, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Nog meer vragen, mevrouw Kappert. 1 korte vraag. Ik snap dat u niet al die vragen kunt beantwoorden. En dat respecteer ik ook. Maar ik wil de beschermde woonvorm voor verstandelijk beperkte mensen. Die is niet aan de orde gekomen in de beantwoording. En ik ben toch wel benieuwd naar of daar rondom die doelgroep ook plannen zijn. Dank u wel, mevrouw Kappert. Verder geen aanvullende vragen. Mag ik... Meneer Van Leeuwen... Mag ik u het woord geven? Ja, dat is niet zo eenvoudig, mevrouw Lasje. Er zijn in regionaal verband 23 mensen voorgedragen voor het doelgroepenregister. En dan doet het mij erg zeer dat er maar 2 voor in aanmerking komen. En natuurlijk proberen we, voor zover het mensen betreft waar wij invloed op kunnen hebben... om daar passende maatregelen voor te treffen. Maar dat is dus niet zo eenvoudig. Waar heel erg op ingezet wordt, dat is om de mensen die voorheen eigenlijk in de waaiing terecht zouden komen, en dan praat ik over leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs, ik denk dat we dat in de regio erg goed doen. Doordat er al ongeveer een half jaar voordat er
sprake is van schoolverlaten, ingezet wordt samen met de coaches van de school. Wordt er samen gekeken van wat zou deze persoon voor werk kunnen gaan doen, welke stages heeft hij gelopen en is de stagebieder bereid, en dat is in de regel is dat gelukkig het geval, om de persoon in kwestie ook in dienst te nemen. Nou, op die preventie wordt heel sterk ingezet. En daarvan zien we dus dat er als gevolg daarvan eigenlijk afgelopen jaar 0 personen in Dalfse in aanmerking zijn gekomen. Dus in die zin wordt er heel veel goed werk verricht door de afdeling. Laat onverlet dat we in regionaal verband wel grote zorgen hebben. Ik prijs me gelukkig dat we voor het eerst in de 4 jaren dat ik hier verantwoordelijk voor ben, dat we nu meer uitstroom hebben dan we instroom hebben gehad. Maar dat heeft natuurlijk ook met een landelijke tendens te maken. Dat is niet alleen onze verdienste. Toch, hoop ik een beetje dat het ook wel onze verdienste is. Dank u wel, meneer Van Leeuwen, voor deze beantwoording. Meneer Uitslag. Ja, voorzitter. Op de vraag wat weten we niet, kan ik niet zo goed antwoord geven. En dat is eigenlijk toch wel eerlijk wat u mij vraagt. Wat weet u niet? Ja, dat is meer dan wat ik niet wel weet. Hoeveel mensen heb ik niet bereid die het wel nodig hebben? Dat wist ik het maar, want dan kon ik ze bereiken. Dus u daarmee een wat flauwe antwoord, maar misschien ook wel een flauwe vraag. Maar wetend dat we beide echt het beste voor onze inwoners hebben. Het effect van het beleid wat we hebben. Nou, het beleid wat we hierop inzetten, zoals we ook in de kaartnoot hebben neergezet, dat is dat we primair insteken op preventie. En zoals u weet, gaan de kosten voor de baat uit. Dus dit zal echt een aantal jaren duren voordat het een effect gaat hebben. Dus ik hoop het deze raad nog mee te maken, uw raadsperiode. Maar het kan best zijn dat het langer duurt. En dat is niet per se erg. Ik wil graag eerder succes laten zien natuurlijk. Maar ik geloof wel in de lange termijn aanpak. En dat is de preventie. Want als we met de korte termijn blijven dweilen en de kranen dicht doen, dan ben ik bang voor dat de kosten ons echt over de schoenen gaan lopen. Maar ik ga graag met u op een andere manier in gesprek, zoals mevrouw Lasje het aangeeft en eigenlijk ook wel van meerdere partijen gehoord heb. En voor wat betreft de jeugd aan de slag, ja, natuurlijk gaan we aan de slag. Iedere jongere wordt geholpen, maar ondertussen zijn we aan het kijken hoe het komt dat de kosten toenemen. Als ik u zo goed staan heb, dan zijn we het heel erg met elkaar eens. En de beschermende woonvorm voor verstandelijk beperkte. Ik weet niet goed, want er zijn verschillende definities voor, verschillende manieren voor. We zijn met verschillende aanbieders in gesprek. Sommige om mensen te wonen en dat ze dan ook zorg blijven hebben op diezelfde plek, de begeleiding. We proberen ook om plekken te hebben waar jongeren met een beperking leren om zelfstandig te worden. En dat ze daar een poos wonen, maar dan weer uit kunnen stromen naar echt helemaal zelfstandig wonen. Hebben we ook mensen met, bij de Philadelphia, zullen we zeggen. Dat is weer een andere vorm, die hebben we al. En daar is ook veel vraag naar. Ik heb pas weer met ouders gezeten die ik echt moest teleurstellen omdat ze weer nog weer langer moeten wachten. Omdat er toch ook hier recent weer besluiten genomen zijn die daar al invloed op hebben gehad. Vervelend genoeg, maar goed, dat hoort erbij. Dus we zijn er druk mee bezig, zonder nou precies de doelgroep te pakken. En misschien wel alle doelgroepen samen en misschien wel nog breder. Want ik wil niet per se een doelgroep huizen hebben, maar misschien wel wat breder. Huizen voor onze inwoners. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Samenvatten ga ik niet, want er zijn heel veel vragen gesteld en antwoorden gegeven. Maar mijn grootste opmerking is dat u de handschoen heeft opgepakt om toch in overleg met de raadscommissie, dan wel de woordvoerders misschien, te gaan om te kijken hoe we de rapportage kunnen verfijnen en beter bespreekbaar kunnen maken. En ik stel voor dat u in overleg met de agendacommissie gaat om een datum te plannen. Dat is volgens mij de kortste klap.
Voorzitter, als ik heel kort even mag. Dat mag. Ik weet niet per se of het een werkgroep wordt die even een foto maakt en dan vervolgens weer verder gaat. Of dat het een commissie wordt zoals we de transformatienota hebben gedaan. Hè? Dat we gaandeweg raadscommissie breed u meenemen in wat er speelt. Want het is wel breed genoeg. Misschien moet dat op de agenda geplaatst worden als bespreekpunt. Ja, goed. Maar ik ga dus over nadenken wat het handigste manier is. En dan kom ik gegarandeerd bij de agendacommissie. Voor de volgende half jaar rapportage hebben we vast bij elkaar gezeten. Dank u wel voor de beantwoording. Dank u wel voor de vele vragen. Het was veel leeswerk, veel voorbereidingswerk. En ik stel voor nu te schorsen voor een kop koffie. En dan gaan we verder om 9:00. Dan komen we wel weer bij het oorspronkelijke nummer 8 vaststellen. Meneer Peggeman, dank u wel voor uw bijdrage. Agenda punt nummer 8 vaststellen, besluitenlijst van 5 maart 2018. Ik concludeer geen opmerkingen. Dank u wel. Dan stellen we hem vast. Hartelijk dank voor uw inbreng. En ik sluit de vergadering om 5:10. Dank u wel. En nog een fijne avond voor zover die rest.